Goedenavond allemaal. Welkom. Top dat we met zoveel mensen zijn. Dat hadden we eigenlijk zelf niet verwacht. Dus dank. Jullie zitten hier bij een Veritas Forum. En we zien hier een logo van Studium Generale. Wat is het verschil? Veritas Forum is eigenlijk een concept wat over heel de wereld in alle universiteitssteden gehouden wordt. Het is een concept wat eigenlijk nadenkt over levensvragen. Dan denk je, dat doet Studium Generale ook. Wat wij proberen is op eigenlijk ook nog verschillende visies hierop te laten zien. En dan vooral ook de christelijke visie hierin te verwerken. En dan niet dat jullie hier in de afloop per se moeten geloven wat wij geloven. Maar vooral weten wat wij denken en daar in ieder geval wat van gezien hebben. Dus in ieder geval dat jullie nu in ieder geval weten waar jullie zitten. Even wat praktisch. Voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, doe je mobiel alsjeblieft even uit. Of in ieder geval op stil. Foto's worden ook gemaakt, dus dat hoeft ook niet per se. Daarnaast, jullie hebben een groen en rood briefje gehad. Er worden straks door Martine, de gespreksleider, wat stellingen de zaal in gegooid. De bedoeling is dat jullie hierop reageren door middel van het opsteken van of het groen, dat is voor, of het rode, dat is tegen. Zodat zij en de sprekers en jullie allemaal ook een indicatie krijgen wat de mening is eigenlijk van deze zaal. Dan rest mij niets eigenlijk om Martine naar voren te vragen. Martine is afgestudeerd in Delft, Industrial Design. Heeft daarna een PhD gedaan in Medical Innovation. Is op het moment bezig met Climate Kick, onderdeel daarvan. Dat is een Europese organisatie die bezig is met klimaat, innovaties, entrepreneurship, om dat te stimuleren. Ze heeft al meerdere Veritas fora begeleid en vanavond mag je hier. Dus succes. Dankjewel. Inderdaad, fijn om hier te zijn. Welkom ook allemaal. Echt goed om te zien dat de zaal helemaal gevuld is. En ook goed om te horen dat nu het Veritas-debat ook naar Eindhoven is gekomen. Dus ik hoop echt dat we een hele inspirerende, mooie avond gaan hebben. Aan het thema kan het niet liggen. Ubermensch, een betere mens in de maak. Ik bedoel, dat is natuurlijk een thema waar jullie als techneuten, als het goed is, ook mee bezig zijn. Hè? Want als je ziet wat er elke week weer voor nieuwe technologie op de markt komen, dat je echt denkt van wow, dat is gaaf en waar gaat dat naartoe? Dus het, aan de ene kant fascineert het natuurlijk enorm. Aan de andere kant roept het ook soms wel vragen op. Van inderdaad, wat willen we er nou mee? Welke kant gaat het op? Je hebt dingen als protheses. Hè? Dus ik denk dat er over heel veel dingen wel consensus is. Van, nou, als het om protheses gaat, een beenprothese of een borstprothese. Of iemand die een arm mist en daar komt iets nieuws voor in de plaats. Ik denk dat we daar allemaal over eens zijn dat dat allemaal fantastisch is. En dat we dat kunnen nu al als mens. Maar wat als we ook dingen gaan toevoegen aan gezonde mensen die het eigenlijk misschien helemaal niet per se nodig hebben. Ik moest bijvoorbeeld denken aan van de week ook een nieuwsbericht dat er inderdaad een soort breinstimulatie plaats kan vinden, waardoor breinen minder snel verouderen. Maar die dus ook eigenlijk het brein ook beter maken. Dus ik dacht, nou, dat is voor jullie als student natuurlijk ontzettend goed nieuws. Want dan gaan jullie straks naar jullie tentamens met zo'n mooie helm op. En dan score je 2 punten hoger dan normaal. Maar ja, de vraag is, willen we dat wel? En is het dan niet zo dat dat soort gadget, hè, dat is natuurlijk vaak voor mensen die dat ook kunnen betalen. Want dat zijn natuurlijk dure dingen. Gaat er dan niet enorme verschillen ontstaan in de wereld? En willen we wel allemaal slim zijn? En is dat wel het hoogste doel? Nou, om die vragen te beantwoorden hebben we een ontzettend interessant panel uitgenodigd. Die zitten hiervoor, ik zal ze zo uitnodigen. We hebben een kunstenaar, een filosoof en een theoloog. Dus ik denk dat we best wel ver gaan komen met het beantwoorden van vragen. Maar wat we wel missen in het panel, of wat ik eigenlijk mis in het panel, is een goede echte techneut of technoloog. Want die zit er niet bij. Maar gelukkig hebben we hier een hele zaal vol. Ik ga er even gemakshalve van uit. We zijn in Eindhoven dat hier allemaal techneuten zitten. Toch? Wie is techneut?
Even hand opsteken. Ja, goed zo. Nou, dus dat gaat helemaal goed komen vanavond. Ik ga jullie er dus ook echt bij betrekken. Hè? Dus jullie moeten gewoon eigenlijk als vierde man gaan fungeren vanavond. Dus dat komt helemaal goed. Oké, dan denk ik voordat ik de panel ga aankondigen, ga ik denk al even een beetje peilen hoe het zit hier in de zaal. En daarvoor hebben we een aantal voorbeelden van, nou ja, wat is het, technologieën. Met de vraag, hoe ver wil je gaan? Hoe ver zou jij gaan? Dus even heel persoonlijk. De eerste is een bril. Jullie hoorden het net al, jullie hebben allemaal kaartjes gekregen, hè? Groen en rood. Nou, groen is natuurlijk van yes. Een bril, dat is helemaal oké. En dat is helemaal goed. En als je zegt rood, van nou die brillen, ik vind dat allemaal maar onzin, dan steek je een rode kaart in de lucht. Dus dit is even de opwarmen, hè? Dat begrijpen jullie wel, hoop ik. Dus mag ik kaartjes zien? Ja, nou, oké. Dat is leuk. Want ik zie hier al gelijk, en die zijn er helemaal klaar voor de discussie. Die zitten hier twee mannen. Ik heb twee assistenten ook met microfonen. Hier zit er één. Zou jij aan een van die twee mannen willen vragen waarom ze nu al zo opstandig zijn? Nee, oh sorry. Nee, eentje die daar. Daar waren twee rode kaarten. Een onding, hè? Dat wil je niet. Die wil je gewoon dat het erin zit, dat het opgelost is. Aha. Dus ik wil zo'n ding niet. Nee, precies. Jij wil liever implantaten. Of, exact. Ja, precies. Aha. Dus dat zat de achterliggende gedachte van de rode kaart. Goed. Naar de volgende, een brainprothese. Ik had het er net al over. Inderdaad, je hebt tegenwoordig die running man of blade man, hoe heet die? Die ontzettend hard kan rennen met die blade. Nou, hoe ver vinden jullie dat gaan? Is dat groen of rood? Ja, nou, dus zijn we het allemaal wel over eens, toch? Dat prima kan. Nou, dan hebben we een pacemaker. Nou, die gaat dus al wat meer, naar binnen, om het zo maar te zeggen. Dus daar moet al een operatie voor aan te pas komen. Wie zegt van nou, pacemaker prima? Ja, hè? Ja, dat is helemaal oké. Dan hebben we deep brain stimulation. Daar had ik het net al over, zeg maar. Dat was dus, volgens mij was het van de week op nieuws. Dat dus kan. En dat is dan natuurlijk vooral, want nou ja, dat soort innovaties wordt natuurlijk vooral toegepast op mensen die dus ziek zijn. Volgens mij gaat het in dit geval over Parkinson. Om inderdaad die stimuleren, zeg maar, dat vermindert. Wie zegt van nou, prima dat we dat al kunnen. En als je zegt van nee, dat vind ik niet, dan hier is iemand die twijfelt nog. Hier zitten er ook twee die zeggen van nou, ik vind dit eigenlijk al te ver gaan. Hier, wie wil? Ja, dit gaat zeg maar over je brein al. Zeg maar. Het is niet lichamelijk, maar het gaat al verder. Okay. En ja, voor mij lichamelijk is wel een beetje de grens. Ja, en jij ziet een verschil tussen je brein en je lichaam. Want je brein? Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje een afgezaagde uitspraak. Maar ja, dat is wel uiteindelijk wat ik mee wil zeggen. Ja, je persoonlijkheid heeft wel mee te maken. Oké, dan gaat het echt over je innerlijk wat dan veranderd gaat worden. Een extra oog. Nou, ik denk dat heel veel ouders dat misschien wel interessant vinden. Dat je ook een extra oog in je achterhoofd hebt. Dat je kan zien wat die kinderen allemaal uitspoken achter je rug om. Ik neem aan dat dit extra oog inderdaad geïmplanteerd wordt ergens. Ja, inderdaad. Achter op het hoofd. Wie zegt van nou, dat lijkt mij wel wat, zo'n derde oog. Wie zegt nou, al die studenten natuurlijk, die hebben allemaal zoiets van, ik wil niet dat mijn ouders, hè? Even kijken hoor. Ik zie hier iemand heel hoog met geen derde oog voor u. Nee, want dat gaat dan voor mij echt stappen te ver, omdat mensen is geboren met twee ogen, ja, kun je zeggen met twee benen en ook prothese, maar dit gaat verder dan een prothese alleen. Dat is wat ik bedoel. Ja. Dus de mens is, want anders was een mens wel zo ontstaan, zeg maar, met dat derde oog achterin. Dus blijkbaar hebben we dat helemaal niet nodig. Een geheugenchip, ja. Een geheugenchip in je brein. Nou, ook volgens mij voor, ja, ik zie al die studenten al met hun groene kaartjes omhoog gaan. Dat is natuurlijk fantastisch als je, hè? Ook weer voor dat tentamen. En helemaal mooi als het zo geïmplanteerd is dat je het niet kan zien. Wie zegt nee, dat
geen extra geheugenchip voor mij. Dat is al, ik doe dat al in mijn, ik heb dat al in mijn telefoon zitten. Hier zit iemand die. Geheugenchip, daar kan door kwaadwillende ook een zender in verstopt worden. En je moet je afvragen in hoeverre jouw gedachten door een verborgen zender de wijde wereld in kunnen worden gestuurd. Ja, dat is wel echt heel erg conspiracy-theorieën, theorieën die nu hier gespuit worden. Maar dat is waar, daar kunnen hele enge dingen mee gebeuren. En dat willen wij niet natuurlijk. Oké, goed. Nou, ik zie al een beetje dat, dus we hebben even gepeld hoe hier de stemming is. Het ging een beetje zo, bij die deep brain stimulation, daar ging het zo een beetje de rode kant op. Dus ik ben heel erg benieuwd wat onze sprekers ons te vertellen hebben. Dus die wou ik eigenlijk al hier op het podium uitnodigen. Theo Boer, die zit daar. Ja. Er is voor elk van jullie een mooie tafel. Het maakt volgens mij niet uit welke tafel jullie kiezen. En eigenlijk hebben we hier drie sprekers staan die ook wel, misschien wel binnen die schakering vallen. Ik weet het niet, maar dat zou natuurlijk mooi zijn, want dan hebben we ook wat discussie vanavond. Ik begin even hier, Frank Thijs. Hij is wat ik net al zei, kunstenaar hebben we in ons midden, maar hij is ook filosoof. En heel erg bezig met dit thema, vindt het een heel fascinerend thema. Iemand die films maakt, dus vooral ook dat natuurlijk als thema in de film interessant vindt. Maar hij geeft daar ook lezingen over, hij doseert ook in België en in Nederland, in Den Haag. En Frank is, als ik mag zeggen, iemand die zegt van go for it. Hè, het is eigenlijk de opdracht van de mens. Nee, hij krijgt straks 10 minuten om zijn verhaal te doen. Maar wat ik even van tevoren zo begreep is dat hij zegt van het is gewoon eigenlijk onze opdracht, hè, als mens om die technologie in te zetten. Kijk, het is nog steeds zeer bedenkelijk. Maar iemand die echt wel zegt van hartstikke leuk en fascinerend en daar gaan we mee aan de slag. Dan ga ik even naar helemaal aan de rechterkant. Daar zit Theo Boer, die begint nu dus al de discussie. Dat is onze theoloog van de Theologische Universiteit in Groningen. En die zegt eigenlijk, die trapt wat meer op de rem. Die zit wat meer aan die rode kant. Die zegt van, ook niet. Die zegt van, moet dat wel. Ik zou wat vrolijker zijn dan hij. Dus als hij tegen is, dan ga ik voor zijn. Maar okay. Dat kan dus het hangt eigenlijk helemaal af van Frank gaat als eerste wat zijn stellingname wordt. En daar past Theo Boer zijn verhaal aan af. Nou goed, dat is mooi. En dan hebben we nog Peter Paul Verbeek. De man in het midden zou ik dan bijna willen zeggen. De man van de nuance, de filosoof. En die is eigenlijk dagelijks bezig met dit thema. Hij heeft een aanstelling aan de Universiteit van Twente, Technische Universiteit van Twente. Over de ethische dilemma's en alle vragen die rondom dit thema spelen. Dus wat ik al zei, middenweg. Maar misschien gaat hij wel opeens een enorm extreem standpunt innemen vanavond. Dus wie weet. We zullen zien. Dus wat ik wil vragen, Frank, of jij wil beginnen. Je mag de zaal rondlopen, je mag daar blijven zitten. Je mag voor de preekstoel gaan staan of wat je wil. Maar 10 minuten heb je, ja. Kunnen jullie mij verstaan, ja? Moest ik niet antwoorden op een vraag of op mijn positie die je mij aangemeten hebt? Ja, je hebt helemaal gelijk. Er is een stelling. Even kijken waar nu mijn apparaatje ligt. Hier zo. Ik zal nog eens even doorklikken. Wat we dan te zien krijgen. Ja, dat is toch wel een beetje wat ik zei. We hebben als mensheid de plicht om gebruik te maken van technologie die leidt tot verbetering van het functioneren en van de gezondheid van mensen. Ja. Ja, toch? Voordat je begint, want je hebt gelijk. Maar we zouden ook inderdaad dus nog even dan van tevoren aan het publiek vragen wat jullie van deze stelling vinden, voor zover het echt een... Ja, vinden jullie, en dan zeggen jullie inderdaad, we hebben als mensheid gewoon de plicht om dit te doen. Echt even zwart-wit denken. Ja, dat is wel een beetje 50-50, dus dat is een mooi uitgangspunt voor jouw verhaal.
Ik wil eerst mijn eigen standpunt over Ubermensch 2.0. Dan kan ik zeggen, ik ben absoluut rood. Ik ben absoluut tegen. Omdat ik denk dat we een beetje moeten de termen duidelijk maken. Iedereen denkt natuurlijk bij Ubermensch aan meer een nazisme dan aan het onderwerp van vanavond. Dus het is wel zo dat Nietzsche met de Ubermensch bedoelde dat de mens eigenlijk gewoon een overgangsfase is tussen de aap en de Ubermensch. Dus wat na de mens zal komen. Heeft hij gebruikt eigenlijk helemaal beïnvloed onder Darwin. Om ook te laten zien dat, dat je de mens niet als centraal, als het summum van de schepping of van de evolutie moet gaan zien. Dat het gewoon verder evolueert en we zullen gewoon verder evolueren. En het is eerder in die zin dat ik denk dat we het ook vanavond moeten bekijken. Alleen met dat verschil dat, dat het niet heel langzaam biologisch gaat, maar dat we het wetenschappelijk willen gaan versnellen. Met alle mogelijke verschillende technieken. Mijn eigen standpunt over, erover is misschien toch wel erg dubbel, eerder dan voorstander. Het idee op zich ben ik erg voorstander van, als filosofisch concept. Om verschillende dingen. Eén, omdat ik het denk dat het iets is dat het, het denken van mensen volledig stuk maakt in sommige idee fixen. Ik denk bijvoorbeeld, ik vind het vooral interessant provocatief ten opzichte van theocentrische en antropocentrische opvattingen. Omdat het, dus ik denk niet dat de mens een soort van summum van de schepping is, laat staan, een soort van einddoel. Dat de schepping en de aarde er is gemaakt is voor de mens. Wat ik bijvoorbeeld interessant vind aan het transhumanisme. Stel dat het mogelijk is dat er een computer intelligent wordt. En zodra dat er één computer intelligent is, zoals een mens, dan kan je die ook in een netwerk zetten, zoals elke computer. Uiteindelijk krijg je een netwerk, ook als het met satellieten in verbinding staat, krijg je een netwerk dat kosmisch, dat bewust is. Als het een kosmisch netwerk zou zijn en als het sterk ontwikkeld is, zou het potentieel alwetend kunnen zijn. Het is onsterfelijk, omdat, zoals het internet is oorspronkelijk gemaakt om niet stuk gemaakt te kunnen worden. En het is overal en nergens tegelijk. Dus je krijgt eigenlijk de klassieke definitie van God. En dat is dan voor één systeem. Misschien hebben we er vele op die manier. Ik denk dat uiteindelijk om een transhumane toekomst werkelijk te begrijpen vanuit religieus oogpunt, dat je meer moet gaan kijken naar magie misschien, of naar het animisme, of naar het boeddhisme en het hindoeïsme. Godsdiensten waar dat verschillende zaken bezield kunnen zijn. En waardoor dat je een soort van... bij sommigen is wel het probleem dat er misschien een hiërarchie erin bestaat en er zal gegarandeerd een soort van hiërarchie zijn. Maar die is er eigenlijk voor mij vandaag ook. Ik denk dat er verschillende intelligente dieren zijn, zoals mensapen, olifanten, dolfijnen en zo, waar mensen op een heel andere manier moeten tegenover gaan staan. Ik denk dat we dus... Ik ben tegenstander om de mens als zo een essentie te gaan beschouwen die totaal tegenover al de rest staat. En ik denk dat dit thema daarvoor werkelijk iets is dat mensen kan wakker schudden. Dus vanuit filosofisch standpunt ben ik volledig voor. Vanuit praktisch standpunt, om het nu werkelijk te gaan toelaten, ben ik heel erg twijfelachtig. Misschien zelfs een soort van tragische opvatting, die ik kan omschrijven van alles. Ik denk dat we te menselijk zijn om bovenmenselijk te worden. Dus ik denk, als je ziet wat dat alle verschillende conflicten zijn vandaag... ook als je de verschillende verkiezingsthema's ziet in de meeste Europese landen, dat we uiteindelijk zelfs er niet toe in staat zijn om mensen te aanvaarden die een beetje een andere kleur of een andere opvatting hebben, dan vind ik het zeer twijfelachtig of we in staat gaan zijn om iets dat dan net ook iets anders is als soort, maar toch ook wel intelligent is, te gaan aanvaarden. Dus daar heb ik heel sterke twijfels over. Als je ziet hoe dat sommige mensen er werkelijk absoluut pro zijn, voor zijn, dan houd ik mijn hart vast. Ik denk dat er enorm veel moet gediscussieerd worden om die zaken voor te bereiden. Het andere is dat ik ervan overtuigd ben dat die dingen eraan komen.
En daar wil ik ook nog iets over vertellen. Ik weet niet of ik nog veel tijd heb. Want dit is eigenlijk mijn standpunt, maar ik wil het eigenlijk ook... Twee of drie, vier minuten. Twee, drie, vier minuten. Oké. Ik heb een tiental jaar geleden een documentaire gemaakt, Technocalypse, een documentaire serie over dit onderwerp. En ik was op dat moment geïnteresseerd in het thema. Ik ben opgegroeid in postmoderne periode. In de jaren 80 heb ik gestudeerd. En dat was de periode waarin dat iedereen, zowel op politiek, economisch als artistiek, filosofisch vlak, de stelling verdedigt dat er eigenlijk niks nieuws meer is onder de zon. Dat er gaan geen grote verhalen meer verteld worden in de geschiedenis. En dan daarna werd ik plots geconfronteerd met dit thema. Nu, dit thema is dan net het omgekeerde. Plots hoor je mensen die zeggen, ja, we gaan de wereld veranderen en we gaan vooral de mens veranderen. We gaan uiteindelijk een revolutie tegemoet die per definitie een revolutie is die nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zich heeft voorgedaan. En als je dan met die mensen gaat praten, dan hoor je dat dat mensen zijn die allemaal zeer, zeer overtuigd zijn van hoe we er naartoe moeten. Een soort van mei 68-sfeer. En dus voor mij was het een soort van brain clash die ik werkelijk wilde gaan onderzoeken van wat gebeurt daar. Wat ben ik toch bezig met mijn kleine dingetjes binnen de kunstwereld als die zaken zich voordoen. Dus vanaf dat moment ben ik dit helemaal gaan volgen. Op dat moment was ik gechoqueerd door de standpunten van mensen. Want eind jaren 90, je moet dan ook zeggen, dat is zo een beetje de cyberhype periode, waarin dat het internet helemaal opgehemeld werd. Had je niks anders dan mensen die ofwel helemaal voor waren, ofwel helemaal tegen. De mensen die voor waren, die wilden zo snel mogelijk die dingen gaan propageren, dat die zo snel mogelijk zouden ontwikkelen om de trein niet te missen, om zelf onsterfelijk te kunnen worden. Omdat het tragisch is vandaag te sterven, terwijl dat je weet dat misschien binnen dit en 50 jaar onsterfelijkheid zou kunnen bestaan. Het is te zeggen, iemand als Ray Kurzweil, die noemt het een soort het is de trein van de tijd. Dus als je vandaag nog 50 jaar kan leven, tegen dan is de medische wereld zo ver dat je waarschijnlijk 100 jaar nog verder kan leven. Maar dan is die zo ver dat je 200 kan leven, enzovoort. Dus dat is zijn idee. Dus, maar die mensen die willen erbij zijn. Die willen zo snel mogelijk die zaken laten evolueren. Terwijl dat er op dat moment andere mensen waren die zeiden, dit is waanzin, dit is het einde van de mensheid, dit moeten we absoluut stoppen. Op dat moment waren eigenlijk al die technologische doorbraken waren er nog niet. Het schaap Dolly was in 96. Stamcelonderzoek was in 98. De eerste gentherapie was in 99. Was een patiënt die stierf met het resultaat dat de gentherapie 10 jaar totaal stilgelegen heeft. En dan daarna, het is pas met de millenniumwende, 2002 of zo, dat de Human Genome Project, dat het menselijk genoom, gemapt was. In 1998 was de Scientific American had een artikel geschreven waarin dat ze nanotechnologie ridiculiseerden. Dat het een soort van pie in the sky was van een paar geflipte wetenschappers. In 2001 hebben ze een speciaal nummer eraan gewijd. Gewoon omdat ze er niet meer onderuit konden, omdat die zaken er op de markt verschenen waren. Dus je krijgt, en in 2001 ook, krijg je een congres, het eerste congres in Amerika van de National Science Foundation en de Department of Commerce, het ministerie van Economische Zaken in Amerika, die rond dit onderwerp een congres organiseren. En het heet Converging Technologies for Improving Human Performance. In de jaren 90 heb je een beweging van enthousiastelingen die zichzelf transhumanisten noemen. Het is na dat congres dat uiteindelijk die mensen gezegd hebben, oké, de goede gemeente, het ministerie, de National Science Foundation, iedereen die staat achter dit idee, maar ze noemen het human enhancement of human improvement. Dus we gaan dat ook zo noemen. Al die verschillende bewegingen, zoals de Extropians in Amerika, de grootste beweging van transhumanisten, hebben zichzelf opgeheven. Veel van die mensen die zitten nu, hebben een of andere leerstoel in Oxford of in... die mensen wisten op dat moment, oké, het is aanvaard. En een van de dingen dat ik nu nog even wil zeggen, dat is het laatste, is de opening speech op dat moment werd gegeven door Newt Gingrich. Ik weet niet of jullie allemaal hem kennen, tijdens
twee laatste presidentsverkiezingen was hij een van de presidentskandidaten van de Republikeinen, neoconservatief, die dingen vertelt, die dus tegen abortus en euthanasie zijn zo, omdat je de integriteit van de menselijke persoon moet respecteren. Hij zegt daar in die opening speech, we have to, speed matters, we have to put these technologies on the market as quick as possible. And we have to take the internet motto, launch and learn. Wat je beter kan vertalen als launch and earn. Om die technologieën op de markt te gaan gooien. Met software kan je dat begrijpen. Hè? Dus iemand brengt heel snel zijn software op de markt met nog heel veel bugs. En dan on the run proberen dat dan bij te sturen op basis van alle klachten en inzinkingen van al je klanten. En dan daarna kan je met een tweede versie nog eens langs de kassa passeren. Maar om diezelfde zaken te gaan doen met genetisch gemanipuleerde gewassen of met menselijke implantaten en zo, is toch wel... erg verwonderlijk vind ik voor iemand met zijn anders vrij conservatieve opvattingen. En het is dus duidelijk dat zij, dat in Amerika, ook als je dan het verslag leest van dat congres, waar dat ze ervan uitgaan dat binnen dit en 20 jaar heel die markt van die nieuwe technologieën de markt van de computers gaat overstijgen. En zijn ze totaal gefocust op de economische return van die ontwikkelingen. Het is alleen in Europa dat er nu al eens twee congressen geweest zijn waarin dat ze waarschuwen, dat ze zeggen dat ze zich letterlijk distantiëren van die Amerikaanse cowboy-mentaliteit. En waarschuwen voor ook de sociale en economische en ethische, ecologische rampen die eraan zouden kunnen erdoor teweeg kunnen gebracht worden. Ja. Dankjewel, Frank. Mag ik vragen of je hier weer... achter jouw eigen tafel komt staan. Een eerste reactie van onze andere twee panelleden. Op deze stelling, maar ook natuurlijk op het verhaal. Ik heb één vraag aan Frank. En dat is als, Frank, als jij zei in het begin dat je zegt van als iets heel hoog ontwikkeld wordt, een computer die meer en meer en meer kan, dan kan dat misschien een nieuwe soort worden. Er zitten allerlei haken en ogen aan vast. Maar stel je voor dat het mogelijk was. Stel je voor dat dat mogelijk was. En jij zit later in een café met je geliefde en er komen twee van die computers binnen. En die zeggen, hey, maak eens plaats voor mij. Wij hebben ook recht op leven. Zou je dan opstaan voor ze? Dat hangt er vanaf wie het is of zo. Of, Hoe groot ze zijn. Of zijn derde ogen. Nou, een hele ontwikkelde computer met grote eisen. Die zegt, ik ben nu gemaakt. Ik heb ook alle mogelijkheden om mezelf te reproduceren. Ik bedoel, een soort levend wezen. Net als jij. En hij zegt, ja, ik ben nu gemaakt en nu ben ik er. En opzouten, jij bent morgen weer aan de beurt. Hoe voelt dat? Hoe voelt het als er twee zulke kerels in een café komen en die jou hetzelfde vragen? Dunne computers die jou aan het huilen proberen te maken. Oh ja, een dunne computer zeg ik, kom, ga jij maar ergens anders zitten. Een dunne kerel zou ik ook hetzelfde zeggen. Sorry, ik zit hier al. En twee zware kerels zou ik wel eens even nadenken. Zou jij blij zijn met die kerels? Ik bedoel, nee. Als er plaats was, zou je zeggen van, daar zijn we toch een stuk mee opgeschoten. Met die twee computers bedoel je? Ja, nou ja, die, met die twee slanke, of misschien zijn ze wel heel aantrekkelijke. Hè? Maar zou jij zeggen van, nou, we hebben als samenleving een grote sprong gemaakt? Ik denk, zeker. Ja? Absoluut, ja. Ja, kijk... Ik denk dat als we werkelijk spreken over intelligente robots, ja, dan spreken we over dingen die niet geprogrammeerd zijn. Het is onmogelijk, want dat is de grote idee fix die mensen hebben met artificiële intelligentie, dat je dat gaat van bovenuit kunnen programmeren. En dat zal nooit lukken. Ik zie ook het menselijk bewustzijn als iets dat een heel complex feedbacksysteem is, gigantisch complex feedbacksysteem, dat door interactie van als kleinkind en ook al in de moederbuik eigenlijk constant prikkels krijgt en op die prikkels interpreteert en reageert. En het is die wisselwerking die uiteindelijk een persoonlijkheid maakt. Nu, als die persoonlijkheid één is die grootgebracht wordt in een context van liefde en vriendschap, wederzijds respect, dan ga je daar een vrij gebalanceerde persoonlijkheid uit krijgen. Dus zowel bij een mens als bij elk intelligent wezen. Bij een hond, bij een robot.
Dus voor mij hangt het ervan af hoe dat we met ons monster van Frankenstein, als Frankenstein die man met respect had behandeld, dan was hij misschien een goede persoon uitgekomen. Maar als hij die aan een ketting hangt in een kerker in zijn kasteel en met de zweep erop slaat, dan krijg je iets anders. Dingen. Aan de ene kant heb je het over het verbeteren van de mens, om de mens van binnenuit als het ware te veranderen in een wezen bovenmenselijk. Aan de andere kant hebben we het nu over een robot die als het ware buiten de mens ontstaat en steeds meer op de mens gaat lijken. Het zijn ook de twee ontwikkelingen. De mens wordt steeds technischer, de techniek wordt steeds menselijker als het ware. Wat mij vooral trof in jouw verhaal was dat je zei, misschien zijn wij wel te menselijk om bovenmenselijk te worden. Hè? En dat koppel je aan een soort idee van een soort tragiek. Hè? Want wij kunnen het helemaal niet aan, deze krachten. Spreekt me erg aan, ook die Griekse visie op het geheel. Tegelijkertijd zeg je misschien ook wel daarmee, want worden we überhaupt wel bovenmenselijk? Ik heb af en toe het gevoel dat de discussie een beetje wordt vertroebeld door dit soort science fiction beelden, dat we echt een wezen voorbij de mens worden. Terwijl de kunst volgens mij, om hier goed over na te denken, is om te zien dat wij mensen steeds andere mensen worden. Dat wij door de bril een ander mens zijn geworden en dat we straks ook door implantaten in ons brein een ander mens worden. Dat we moeten leren leven met die technologieën zonder dat we denken dat we de mens opheffen. Hè, dat het hoort bij de mens om zichzelf voortdurend aan te passen, te herontwerpen en dat we met die kracht moeten leren omgaan. Dat is een heel ander perspectief dan denken van straks worden we afgeschaft en komt een robot binnen en die zegt, jongen, laat erop. Hè. Ja. Worden wij straks ooit ook het logo op het zeg maar, briefpapier van het Wereld Natuurfonds? Hè. Een soort primaat. De mensen zitten ook ergens in een soort reservaat. Dat scenario geloof ik eigenlijk niet. Oké. Dankjewel. En nog even over terug naar de stelling. Inderdaad, wij hebben als mensheid de plicht gebruik te maken van technologie. Het klinkt mij bijna als een soort bijbelse opdracht. Hè? Want als je denkt van, om het christendom erbij te halen. Is het inderdaad niet een christelijke opdracht om inderdaad uit te halen in de aarde wat er is. En om onszelf te ontwikkelen en inderdaad het functioneren en alles wat in de aarde is gelegd. Om dat te gebruiken. Dus dan kijk ik natuurlijk eerst even naar de theoloog, maar zometeen mag jij daar ook ja, wat op ik zeggen. Vind, ja, ik vind waarbij voor sommige mensen als iets christelijk is gelijk, dat geldt dan dus niet voor de rest. Ik zou dit zeggen, dit is gewoon gezond christelijk en gezond verstand, toch? Gezonde, goede moraal, dat je alles aangrijpt wat je in je handen kunt krijgen om het condition humaine om van zijn nare kantjes te ontdoen. Dus maar, absoluut. Maar niet in de vorm van die enge robots die waar u het net over had, die in de kroeg komen en ons van de stoel. Die wil ik dan, daar wil ik namelijk zelf nog wat over zeggen straks. Okay. Die robot, daar hou ik dan houden we de spanning er nog even in. Nee. Jij wilde ook nog iets daarop zeggen, inderdaad, die plicht? Nee, ja, in dezelfde zin denk ik, sta ik er wel achter. Maar aan de andere kant, wat ik hier net ook zei van die Newt Gingrich en zo, dat op dit moment wordt dit beschouwd zowel door Amerika als China, als Japan, als Rusland, als de nieuwe markt waar dat ze geopolitiek op moeten inspelen. En dit moet zo snel mogelijk ontwikkeld worden. En dat in de praktijk zie je dat er dan heel weinig plek is voor reflectie. Zeker in die landen, de enige plek waar dat de reflectie is een beetje, is in Europa. Mm-hmm. En ik denk dat dat een onderdeel moet zijn van die opdracht. En die revolutie inderdaad waar jij het over had, herkennen jullie dat? We staan gewoon voor eigenlijk een enorme revolutie als mensheid. Ja, maar dat is er niet één. Ik bedoel, dat is begonnen met de industriële revolutie en toen kregen we de informatierevolutie. En nu komt toen kwam de biotechnologie en nu komt de nanotechnologie. Het is de ene naar de andere. En ik denk, het gaat zo hard dat er een beeld ontstaat van nou, straks haalt het ons in. Hè? Zo'n idee, dat noemen ze dan singulariteit. Hè? Dat het zo hard gaat dat wij eigenlijk achterhaald worden, hè? Of samensmelten tot iets nieuws. Maar ik denk eigenlijk dat we ook steeds beter wennen eraan, steeds beter ermee leren omgaan. Ik zie ons nog niet minder menselijk worden, maar wel even menselijk blijven, inclusief alle kansen op falen. En dat is misschien ook wel het hele religieuze van de hele discussie. He, dat je aan de ene kant kun je natuurlijk vanuit een religieus perspectief denk ik dit benaderen in termen van overmoed. He, van zit je niet op de troon van een god? Gaan we zelf niet dingen maken die eigenlijk die godheid dan zou moeten doen? Tegelijkertijd kun je ook vanuit een religieus perspectief zeggen, accepteren dat je als mens de mogelijkheden hebt om dit te doen. Hè, hebben we ook zelf niet om gevraagd. Wij komen hier op aarde met deze mogelijkheden als het ware. Dat is ook een manier om
verantwoord en respectvol om te gaan met je leven. Hè? Dus ik sta zelf wat losser van de christelijke traditie, maar ik kan me goed voorstellen. Hè? Laatst had ik een interview met het Nederlands Dagblad. Dus heb ik in christelijke termen gepoogd mijn verhaal uit te leggen. Met als een van de dingen van, ja, als God je dan schept naar zijn evenbeeld, dan schept God je dus ook als schepper. Dat is natuurlijk een soort provocatie misschien, maar ook wel heel erg herkenbaar. Dat wij kunnen dingen ontwerpen, wij kunnen dingen maken en we moeten daar verantwoord mee omgaan. Misschien een heel korte anekdote. Ik heb eens een keer een discussie voorgezeten tussen Egbert Schuurman, een conservatieve denker uit de christelijke hoek, en Rabijn Evers, een orthodoxe Jood. En ik dacht, dat wordt een hele saaie avond. Het ging over biotechnologie, dus allebei tegen. Maar Evers was hartstikke voor. En waarom was hij voor? Omdat hij zei, God heeft ons imperfect geschapen. Anders had hij een immorele daad gesteld, want dan hadden we niks meer kunnen doen. Dan zitten we hier maar een beetje vegeterend op aarde. Maar onze plicht is om de wereld te verbeteren, om onszelf te verbeteren. Straks komt de Messias, en die moet nog komen volgens het Jodendom. Dan worden we erop afgerekend wat we van onszelf hebben gemaakt. Dus alles wat we kunnen doen om onszelf een beetje te pimpen, dat is een morele plicht. Ja. Dat vond ik ontzettend interessant. Ja. Dus zo kun je ook denken. Ja, zeker, zeker. Nee, mooi. Ja. Mijn standpunt er tegenover is toch wel dat ik het een beetje een soort van Hegeliaans optimisme vind. Van altijd naar beter en beter. Ik denk dat het... Ik ben een beetje cynischer misschien. Dat het ook wel even goed de kans heeft om te ontsporen. Ja. En dat we ons daar wel mee moeten bezighouden. Dat is een kwestie van de zaken constant te controleren. Ja. Ja. Ja, want dat het gaat gebeuren, bedoel, dat is evident. Er zijn natuurlijk al groepen bezig die daarmee mee bezig gaan. Dus. Ik wou Theo inderdaad het woord geven. Ja? Dus ga achter het preekstoel. Daar hoort dus inderdaad de stelling bij, voordat we verder gaan. Ja. Even kijken of ik die... dat was de terug. Ja, als cyborg ben je niet meer jezelf. Eerst uitleggen wat een cyborg is, want anders dan... Kan dat een soort definitie van wat is precies een cyborg? Want daar kunnen we natuurlijk van alles over denken. Dat is het probleem. Dus als je nu een direct snel antwoord wilt, dat ga ik je niet geven. Want ik heb daar een paar minuten voor nodig om te zeggen wat een cyborg is. Mag dat? Ja, want anders dan krijgen we een hele rare stelling. Ja. Of wat is het, meting, denk ik. Ja, ben je jezelf niet meer als je een cyborg bent? Nou, te beginnen, wat is een cyborg en de kortste definitie? Die is bijvoorbeeld door de Amerikaanse wetenschapper Donna Haraway gegeven. Dat is, een cyborg is een mensmachine. Maar wat is dat dan precies? Wat is een mensmachine? Want volgens haar zegt ze, ja, eigenlijk een mens met een pacemaker en gehoorapparaat is eigenlijk ook al een cyborg. He, dus dan zijn we het altijd al geweest. En dan zijn we er dus ook met wandelstokken, toeters, trekschuiten, mobieltjes, zijn wij allang cyborgs. Maar ik wil daar dus even jullie aangeven dat het ook anders kan en dat je die definitie iets kunt aanschroeven. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen, het is al strikter als die definitie, heel goed dat je dat zei, dat het binnen je lichaam komt. Hè? Dus dat was ook waar de eerste echte serieuze rode begonnen, want dat is dat het in je eigen hersenpan komt. Hè? Dus dan komt het binnen. Dus dat betekent dat iemand met een gehoorapparaat dan geen cyborg zou zijn, maar iemand met een cochlea-implantaat weer wel. Hè? Dat is twee. Nog iets strikter wordt het wanneer wij, en dat zag ik geloof ik jou met die rode kaart doen, jij met dat brein, dat je zegt, ja, het komt in je lichaam, maar het komt ook in je brein. Dus het komt echt in je, het is niet in je ogen of zo, maar het gaat over de manier waarop jij denkt. Dus dat is nog een verdere versmalling. En dan tenslotte zou je kunnen zeggen, ja, en dan moet het ook nog gaan om dingen die bedoeld zijn om mensen beter te maken boven datgene wat ze toch eigenlijk toch al konden. Dus iemand een kunstheup geven, hè, of iemand in het brein iets geven waardoor ze beter kunnen denken, waardoor ze op het niveau van de rest kunnen functioneren. Hè, dat is dan niet een cyborg, maar dan is een cyborg iemand die dus echt, nou, noem maar eventjes, iemand die in het donker kan zien, iemand die heel snel kan denken, die verschrikkelijk snel kan nadenken, die met schaken alle opponenten er direct uitschaakt, hè. Dat. En over die laatste versie hebben we toch? Ja, dus die is natuurlijk wel het interessantste en die zie je het meest in de literatuur terug. Ja, ja. Ja. Oké, goed. Dan is denk ik voor iedereen nu redelijk scherp wat we bedoelen met het woord cyborg. En dan wil ik weer vragen aan jullie om de kaartjes dan omhoog. Zo van, ja, ben je dan niet meer jezelf? Dat is altijd een moeilijke, als er een ontkenning in de stelling staat. Maar als je dus niet eens bent met deze stelling, dan doe je een rood kaartje. Weet wel eens, dan heb je een groen kaartje. Ja, dat is moeilijk. Ik zie het. Ja, ook best wel weer redelijk 50-50 volgens mij. Ja.
Nou, oké, okay, nou, we zullen zien of het... Ja, nou, kijk, hè. Inderdaad ben je als cyborg jezelf. Laten we eens ons een cyborg voorstellen, hè. Stel je dus voor, het gaat om iemand die extreem intelligent is, die 400 jaar oud wordt, in het donker kan kijken, gedachten kan lezen en fenomenaal goed kan schaken. En laten we hem Henk noemen. De vraag is, hè, de vraag of Henk zichzelf nog wel is als hij een cyborg is, kun je verschillend beantwoorden. Ten eerste, kijk, als Henk als cyborg ter wereld is gekomen, hè, zoals een muilezel ter wereld komt door het samengaan van een paard en een ezel, als ik het heel goed heb begrepen, is dat een muilezel, is dat beest natuurlijk helemaal zichzelf, vanaf het allereerste begin. Dus als Henk als een cyborg ter wereld is gekomen, dan is hij zichzelf. Maar stel je voor dat het nou gewoon gaat om Henkie uit de Haarlemmerstraat, die door wetenschappers daar vandaan is geplukt en die als een soort man van 6 miljoen is opgepimpt. Hè? Dan zou ik zeggen, nou, dan is het nog maar de vraag natuurlijk, snapt u wel. Dan is het maar de vraag of Henk nog zichzelf is. Want dan krijg je straks iemand voor je waarvan zijn vrienden zeggen, Henk, ik herken je helemaal niet meer. En Henk zegt, nou, ik herken mezelf eigenlijk ook niet meer. Hè? Goed, dat zijn dus de twee mogelijkheden. En ik vermoed eerlijk gezegd dat die cyborgs, waar ik zelf nog iets over zeggen straks, maar die cyborgs in de eerste zin, namelijk dat ze als cyborgs geboren worden, dat is eigenlijk niet bestaan, want dan moet je ze genetisch gaan modificeren op een gigantische wijze. En dat is de vraag, dus je zult die techniek vanaf de geboorte moeten gaan inzetten om dat geboren kindje tot een cyborg te knutselen. Dat is een heel, heel hard werk. Maar goed, dan hebben we die cyborg. Hè? Is dat nou een mens in de dikke normatieve zin van het woord? Een mens in de zin, de mens waarvan je zegt, jippie, een mens. Nou, waarschijnlijk wel als die... Maar dan wel onder voorwaarde dat hij dus de kenmerken heeft waarvan wij zeggen dat wij dat menselijk vinden. Nou ja, Frank zegt al, ja, denk heel antropocentrisch of theocentrisch, maar hij noemde zelf toevallig wel de liefde erbij. He? Stel je voor dat je een cyborg hebt die niet kan liefhebben. He? Dat is, dus ik zou zeggen, jazeker. Dat is trouwens onlangs bewezen. Ja, een hond kan het liefhebben, maar een hond kan weer niet over zichzelf reflecteren. Ik heb een konijn bijvoorbeeld, hè? Lodewijk. Dat beest, dat is ongelooflijk geraffineerd natuurlijk vergeleken met weer die paardenbloem die daarnaast hem staat. Maar ik kan Lodewijk met de beste wil niet aan zijn verstand peuteren dat er in Syrië een burgeroorlog gaande is. Hè. Dus dat moet je niet willen proberen. Dus goed, de mens kan denken, hij kan willen, hij kan liefhebben. Ja, wat allemaal, dames en heren, wat allemaal. Het vermogen tot kiezen, het vermogen tot vrijheid, het vermogen tot twijfelen, het vermogen om zijn eigen tegenspraak te organiseren, het vermogen tot empathie hebben. Wel nu, als Henk dat allemaal niet meer heeft, en Henk ziet bijvoorbeeld het leed in de wereld aan en hij zegt, ach, dat kan iedereen gebeuren, ben ik even blij dat ik dat niet heb, dan vind ik dat eigenlijk wel een hele nare achteruitgang. Dan zou ik zeggen, zet dan dus de machines maar weer uit. Hè? Mijn stelling hier is, dames en heren, dat je alleen een cyborg moet willen zijn, onder twee voorwaarden. Ten eerste dat die mens op wezenlijke punten vooruitgang boekt. Dus het is niet zo dat je een machientje in je hersens hebt. Die doet eigenlijk niks, maar je vindt het gewoon cool dat je ermee rondloopt. Maar echt dat je dus echt veel beter kunt denken, veel beter problemen kunt bestrijden. Dat is één, dus dat je op wezenlijke punten vooruitgang zou boeken. Maar minstens zo belangrijk, dames en heren, dat je op bepaalde wezenlijke punten niets verliest. En dat noemen we het schadebeginsel. Ik geloof dat Peter Paul heet dat ook de Pareto-optimaliteit. Ja? Hè? Dus dat je zegt, we moeten omhoog gaan, is prima, maar we moeten niet, het mag niet zo zijn dat een deel van de natuurlijke vermogens van de mens die hem tot mens maakte, dat die verloren gaan. En dat is precies de hele vraag. Soms denken wij bij die cyborgs, denken we aan mensen die heel veel meer kunnen, maar we denken ook aan mensen die iets essentieels hebben verloren. Sta tussendoor even, en jij gaat zwaaien als ik te ver ga, maar tussendoor even stil bij een hele andere kant van de zaak. En dat is met alle kennis die ik van techniek en genetica heb, en die is toch redelijk uitgebreid, vraag ik me af of het ooit mogelijk zal zijn om die mens beter te maken. Kijk, het verminderen van ziekte en aandoeningen, daar zijn wij allemaal het resultaat van. Ik zou zijn overleden als ik niet een blinde darmoperatie had gehad. Maar elementaire menselijke kwaliteiten toevoegen, dames en heren, lijkt me een ontzettend zware taak.
Wat we tot dusver op het gebied van mensenverbetering hebben bereikt is ronduit minimaal. Ik bedoel echt ronduit minimaal. Wat er wel is bereikt wordt opgerekt tot mythische proporties. En hoe komt dat? Nou, ik zal u vertellen dat ik denk waarom dat komt. Ten eerste, de wetenschappers die hiermee bezig zijn, die moeten, zoals ik allemaal, u en allemaal, als u in de wetenschap gaat, ook moet u natuurlijk uw wetenschapsvoorstel gaan oppimpen en moet u spreken in de term van de best bereikbare resultaten. U zegt, misschien is het wel mogelijk dat we straks, dus dat is één. Dat is vers 1. En dan vers 2 is dat dan het publiek en de media daar vervolgens natuurlijk mee op de loop gaan en die zien dus niet de kleine lettertjes van bewezen resultaten in het verleden enzovoort. Hè. Dus die zeggen van, jippie, het kan nou binnenkort. Lopen we als dit en dat over straat. En dan is de cirkel rond en dan praten we het allemaal na. Want ik zie bijvoorbeeld de term human enhancement, hè, mensverbetering, zie ik eigenlijk in serieuze wetenschappelijke publicaties gewoon helemaal niet voorkomen. Dan denk ik vervolgens ook nog weer van, hè, wat we wel bereikt hebben, het doet me een beetje denken aan die man die bij Scheveningen dus de zee in loopt. Hè, en die heeft een koud watervrees en steekt zijn teen in het water en zegt hij, ja, ja, als het zo doorgaat, nog even doorzwemmen en ik ben in Amerika. Dat is, je hebt zoiets bereikt en je denkt dat dat dan wel zo zal doorgaan. Dat is ons vooruitgangsdenken. Ik vraag me af of dat ons zal lukken. Ja, en dan denk ik genetische verandering. Dus dat is dus Henk die zo geboren is, hè, dames en heren. Nou, ik ben bang dat de natuur die genetische veranderingen er binnen 3 generaties weer heeft uitgewekt. Tenzij we de hele familie van Henk in quarantaine zetten en hem laten paren met gelijk gemanipuleerden. En dan krijgen we die kinderen dat natuurlijk ook. Maar de natuur heeft de neiging om al die leuke dingen er weer uit te filteren. Die techniek, dus dat je zegt, nou, dan moeten we steeds aan machines liggen. Nou, dat is duur, hoor. Dat is ontzettend duur. Dan nou gaat dat nu de rollator ook al uit het ziekenfondspakket gaat. Maar goed, dan kom ik wel tot een eind, hoor, langzamerhand. Stel dat wij onze intelligentie dus wel zouden kunnen verbeteren. En we zouden allemaal bijvoorbeeld fotografische geheugens krijgen. Stel dat we tegelijkertijd dan die nieuwe informatie niet op een adequate manier kunnen verwerken, dan wordt het heel lastig, dames en heren. Dat oog op de achterkant, hè, daar heb je natuurlijk wel de software voor nodig in je eigen hoofd om dat te verwerken. Als wij bijvoorbeeld alwetend zouden worden, hè, als wij alwetend zouden worden, dat zou betekenen dat wij ook al het leed in de wereld zouden kunnen zien. En dat zou kunnen betekenen dat wij als morele mensen gaan afstompen of cynisch worden. Het is net zoiets als je tussen de ene en de andere stad een snelweg van 6 baans aanlegt. Dat zie je in sommige landen, zoals Spanje of Portugal wel eens. Maar men vergeet de aansluitingen te maken. Dus dan komt die 6-baans snelweg in die andere stad en dan ontstaat daar een verkeersinfarct op de toeleidende wegen. Dat krijg je natuurlijk met alles. Ik noem maar eventjes een voorbeeld, heel ander voorbeeld, maar ik kom net van de week mijn 3600ste euthanasiedossier moeten beoordelen. Dames en heren, ik weet daar iets vanaf. Mensen die hebben een leeftijd en op een gegeven moment willen ze eigenlijk graag sterven. Hè? En dan, maar stel je ervoor, er is een goeroe, en niet stel je voor, die is er, ik weet zijn naam even kwijt, maar er is een ouderdomsgoeroe die heeft gezegd, de mens die 1000 jaar kan worden, is nu al geboren. Weet jij wie dat is, Peter Paul? Ja, nee. Gray. Gray, ja. Grappige naam ook nog. Gray moet je onthouden, want dat is grijs. En hij is jong, hij is nog, hij zal midden 40 zijn, maar hij heeft een grote zwarte baard, alsof hij, grijze baard, alsof hij bij een Amerikaanse sect hoort. Maar deze man zegt, de eerste mens die 1000 jaar leeft, is al geboren. Dames en heren, zou u dat willen? Dan moet je niet alleen die telomeren aan het uiteinde van onze genen moet je die bewerken natuurlijk. Maar dan moet je natuurlijk ook zeggen, zijn wij in staat om de verveling aan te kunnen? Zijn wij in staat om, nadat wij naar school zijn gegaan, ons nog 120 keer te laten omscholen? Zijn wij zijn nu in staat om levenslange liefdesrelaties in stand te houden tussen de 30 en 50, 60 jaar tijd? Voor sommige mensen is dat al veel te lang. Moet je nou straks met dezelfde partner 954 jaar door het leven? Moet er niet aan denken. Dus dat betekent, dan ben je genetisch gemanipuleerd en dan wil je uiteindelijk met een levensverwachting nog van te gaan, ongeveer 900 jaar, wil je vervolgens toch Moek achterna. U kent de film De Laatste Wens van Moek. Dus nu al zie ik een ongehoorde paradox. Mijn vriendjes en vriendinnen bij het stamcelonderzoek, die zitten keihard te werken aan allerlei ouderdomsgerelateerde ziekten, diabetes, mellitus, Alzheimer, nou noem het allemaal maar op. Noem het allemaal beter, mensen moeten langer leven. En tegelijkertijd had me
mevrouw Borst het in 2001 al over mensen die zich te pletter vervelen, maar die zich helaas niet dood vervelen. Dus zien wij een nooit gepresententeerde hang in Nederland naar het kunnen sterven, de pil van Drion. Hoe brengen wij dat samen? Misschien is het wel zo dat die snelweg van 1000 jaar wel gebouwd kan worden, maar de aansluiting, namelijk dat wij als mensen dat aankunnen, niet bestaat. En dan zegt Frank natuurlijk van ja, dat wordt nog aangewerkt, maar ik ben bang dat je dan, misschien zal dat wel nooit lukken. Ik moet denk ik een beetje ophouden, hè? Ja, dank u wel. Dankjewel. Nou, dat eigenlijk min of meer een verhaal. Of het is het een idee van, joh, het valt allemaal wel mee. En zover zijn we nog helemaal niet. Het is een beetje spielerij. We moeten het in de gaten houden, maar het valt allemaal wel mee. Nou, ik ben benieuwd wat jullie van de cyborg vinden. Ik kan me voorstellen, Frank, dat jij hem best wel leuk vindt, of niet? Die cyborg die we net omschreven. Er is eigenlijk zoveel gezegd geweest. Ik zou hier... kan het? Er is zoveel gezegd geweest waar ik zoveel op wil antwoorden, maar ik weet niet waar ik moet beginnen bijna. Ik ga misschien twee voorbeelden geven van twee cyborgs. Eén die bestaat echt en de andere die bestaat niet. Die, in de toekomst, in een roman. De eerste, of die wil jij, Arie, wil jij misschien graag over vertellen? Dat mag jij ook doen, dan doe ik straks een andere. Heb je nog een andere? Anders doe ik de... Ja? Doe jij lekker Arie. Arie is iemand die wij toevallig hebben beide kennen. Is een patiënt van de psychiatrische afdeling van de AMC in Amsterdam. En dat is iemand die een implantaat gekregen heeft. Dus hij is iemand met zo'n hersenimplantaat, deep brain stimulation. Het is iemand die leidt aan obsessive-compulsive disorder. Dat wil zeggen dat hij dus constant eigenlijk met dingen in zijn hoofd zit. Bij hem is het vooral dat hij dus het niet kan verdragen dat er iemand in de zaal zit of iemand bij hem in de buurt waar hij de naam niet van kent. Of wie is dat? Hij heeft dan iemand gezien die hij denkt te kennen en dan willen absoluut zeker zijn en dan, enzovoort. Dus hij wil altijd alles weten ook. Dus als hij iets houdt, dan moet hij dat gaan opzoeken en hij is constant bezig. En dat maakt zijn leven kapot, want hij is constant bezig met allemaal dingen in zijn hersen te laten draaien. Ze hebben hem daarvan genezen en dus werkelijk genezen met dat implantaat op een manier die dus een mirakel is eigenlijk binnen de psychiatrie. Hij is 98% of zo genezen van zijn kwaal. Wat dat die 2% nog wil zeggen, weet ik niet. Maar ik heb met hem gesproken en toen zei hij, sorry, maar ik ken jouw naam niet. dus helemaal genezen is hij toch niet. Maar voor de rest is hij heel goed. En hij zegt, kijk, ik was vroeger Arie 1 en nu ben ik Arie 2. Nu, die Arie 1 die kan mij totaal gestolen worden. Die was ik niet. Het grote probleem is zijn vrouw, die eigenlijk getrouwd was met Arie 1 en nu plots iemand anders naast haar vindt. Dus zij heeft dan met de chirurg gesproken, of met de therapeut, kan je niet een soort van gulden middenweg tussen Arie 1 en 2 vinden. Dat is een eerste geval van een echte cyborg, van iemand die dus werkelijk wil iemand anders zijn. Dus als jij zegt, je gaat iemand anders zijn, sommige mensen willen dat, omdat die eerste persoon niet voor hem veel slechter is. Dus ik vind het idee dat je zou kiezen om een cyborg te worden, om slechter te zijn, ik denk niet dat er iemand is die daarvoor gaat opteren. Dus ik denk dat iedereen die zich inschrijft in een van die upgrade-programma's, dat die ervoor gaat om geupgrade en niet gedowngrade te worden. Maar daar is een ander boeiend voorbeeld misschien, dat is uit een science fiction roman van Craig Egan, Permutation City. En dat gaat over een paar mensen die hun bewustzijn gedownload hebben op een computer. Nu, die computer die gaat miljarden keren sneller dan ons menselijk brein kan redeneren. En dat is dan natuurlijk een heel groot probleem. Waarom? Omdat die mens zich oer verveelt. Het debat van vanavond, dat zou miljarden jaren duren volgens zijn snelheid. Dus die mens die wil verandering daarin. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft de klok van zijn computer teruggedraaid. Zo traag dat hij het heelal kan zien evolueren. Dus het kan zijn dat mensen soms opteren om toch wel te gaan downgraden, ja. In sommige omstandigheden. Maar dus het is een kwestie van ik denk, als je denkt van een cyborg te willen worden, dan moet je ervan uitgaan, je bent jezelf niet meer.
Dus het is absurd om te gaan denken als je werkelijk een soort van extra implant hebt. Of als je 1000 keer sneller kan gaan denken dat jij jezelf nog bent. Nu, ik ben mijzelf ook niet meer degene die ik was toen ik 5 jaar oud was. Dus ik ga ervan uit dat sowieso iedereen evolueert. Er is niet zoiets als een soort van een stabiel ik of een stabiele ziel. Ik denk dat iedereen totaal constant iemand anders wordt. Je bent een soort van vochtige massa die constant interageert met de omgeving en zichzelf ontwikkelt. En dat blijft ontwikkelen. Ja, dus zo'n cyborg op die manier, inderdaad is dat eigenlijk dat je, hè, noem maar wat, iemand die nul empathie heeft, psychopaat of wat dan ook, die kunnen dan daardoor juist hele empathische mensen worden, hele liefdevolle mensen worden. Is dat dan niet juist geweldig? En die zijn zichzelf dus niet meer, dan denkt iedereen van gelukkig. Nou, ik kom het heel vaak tegen in euthanasiedossiers, dat mensen zeggen als ik zo en zo ben, dan wil ik euthanasie. Hè? Als ik in een verpleeghuis kom, dan wil ik euthanasie. Maar ik ben het, Frank, helemaal niet met je eens dat je een soort fluctuerende discontinuïteit bent. Want er is natuurlijk is er discontinuïteit, maar er is ook continuïteit. Maar dat zou een hele andere discussie zijn. Maar ik kan me onmogelijk voorstellen dat ik zeg, ik wil een totaal ander mens worden. Dus dat vind ik gewoon, komt er een soort alien in mij. Dus er moet een vorm van geschiedenis ook nog zijn die met mij verband houdt. Daarom zou ik zeggen, jij zit ook op je ja, dus praatstoel, zou ik zeggen, ja. Daarom zou ik zeggen, ik wil namelijk heel graag beter worden. Dus zet mij maar aan allerlei machines. Maar als dat maar niets ten koste gaat van de elementaire, laat ik maar even zo zeggen, morele kwaliteiten die ik heb, tot liefhebben, tot zelfrelativering, tot mildheid, enzovoort, enzovoort. Ja, als die niet achteruit gaan, maar als ze vooruit gaan, is dat misschien alleen maar mooi. Ja, maar dan spreken we over iets wat volgens mij... Zou de techniek in staat zijn om ons beter moreel, ons meer liefde te geven? Nou ja, dat vind ik echt gewoon koffiedik kijken. Ja, het is als gevaarlijk om dat soort gedachten te hebben. Want dan zou je van tevoren kunnen weten wat goed is. En dat zou je dan kunnen implanteren in een mens. Ja. Dat heet gewoon totalitarisme volgens mij. Hè? Ja. Als je zo'n definitie zou kunnen implanteren. Nee, waar ik vooral op haakte, was de gedachte dat je iemand totaal anders zou zijn als een cyborg dan je van oorsprong bent of iets dergelijks. Hè. Ik geloof eigenlijk veel meer in de gedachte dat wij inderdaad het in ons hebben om onszelf voortdurend te herontwerpen. Voor mij is cyborg iets wat je steeds wordt. Of eigenlijk word je steeds jezelf door je nieuwe technologie je eigen te maken. En wordt het pas moeilijk als dat echt niet meer lukt. Hè, de bril, zijn er hele mooie discussies van die eerste bril, dat er echt als een soort totale overmoed gezien werd. Kun je ook heel goed voorstellen, in een wereld zonder bril kunnen sommige mensen gewoon niet goed zien, kunnen nooit lezen. En dat was gewoon een lot wat je trof. Sommige mensen hadden goede ogen, net zoals sommige mensen donkere haren, andere mensen lichte haren hadden. Opeens komt daar iemand die zet glaasjes voor je ogen en iedereen die kan opeens kijken. Overmoedig. Jezus kon de blinden laten zien en nou doet een ingenieur het ook, zeg maar. Terwijl nu is dat iets, daar zijn we zo aan gewend. Het is niet meer een soort ontoelaatbare, overmoedige mensverbetering. Het is gewoon een genezing. Het is gewoon een kwaal waar je mensen van af kunt helpen. We zouden het onwaardig vinden als we het niet zouden doen. Dus ik denk, wat er gebeurt is steeds dat wat een verbetering was, wordt een genezing. Omdat de norm opschuift van wat een goede mens is. En daar moeten we denk ik gewoon bij zijn. Of, dat is niet zo heel gewoon misschien. En dat betekent dat je cyborg eigenlijk steeds moet worden. Je moet steeds jezelf leren zijn met nieuwe technologie. Je zet jezelf voortdurend, je stelt jezelf steeds open voor iets nieuws. Het is steeds een sprong. Het is altijd iets ongewis, onzekers. Je zet jezelf op het spel. En de kunst is om daarmee te leren leven. Ja, alleen, goed, maar dan moeten we dit misschien afronden. Ik vind het echt, ik ben denk ik dan toch vrij conservatief. Ik heb in Duitsland een huis en heb ik geen internet. En heb ik alleen maar een tuin waar ik de hele dag ga gasten maaien. Weet je, dan kom ik weer helemaal tot mezelf terug. Dus dat hele idee, dan zit hij ook alweer op zijn smartphone te kijken. Hè? Dat, en, ik vind, kennen we allemaal wel. Je hebt toch een heen en weer dat je zegt, die techniek is mooi. Maar ook al om het nieuw, omdat het nieuw is en zo. Maar, en nieuw is natuurlijk hot. Maar uiteindelijk wil ik toch ook wel gewoon heel erg graag terug naar hoe ik van natuur in elkaar zit. Dan kun je zeggen, dat bestaat niet. En volgens mij bestaat dat wel. Alleen weet ik, het is heel moeilijk te kennen. Maar het bestaat wel. Oké.
zeker. Goed, dan denk ik misschien nu even een moment ook, want we zijn inmiddels wat verder gevorderd deze avond. Zijn er al echt brandende vragen waarvan jullie, ik heb dat allemaal aangehoord, maar ik ben het totaal niet mee eens, of ik heb een vraag, of wat dan ook. Is er iemand die graag wil reageren? Hier zie ik iemand en daar zie ik een vinger, dus... Ja, als mensen dus zichzelf willen upgraden. Ja, die machines die kosten natuurlijk zo'n upgrade aan het lichaam zou waarschijnlijk niet goedkoop zijn. En daarnaast willen met name bedrijven natuurlijk de beste mensen in een bedrijf hebben. Kom je dan niet in de situatie dat arme mensen die geen geld hebben voor een upgrade minder kansen op de arbeidsmarkt hebben dan rijke mensen die wel geld hebben voor zo'n upgrade? Mm-hmm. Ja, heldere vraag. Oké, wie wil daar wat kort en bondig op reageren? Ja. Het is een standaard dilemma inderdaad in die ethiek van mensverbetering. Hè. Ik vind het eigenlijk iets te uitwendig aan de techniek zelf. Hè. Maar het is de vraag, is het wel eerlijk? Hè? Want het is duur, kan iedereen zich wel veroorloven? Het zou kunnen dat er andere scheidslijnen in de samenleving zouden komen als dit echt werkelijkheid wordt. Ik geloof alleen niet zo in het scenario. Maar je zou inderdaad kunnen denken dat je dus niet meer langs geslacht of langs sociale klasse, maar dat je langs DNA-lijnen of langs je vermogen om jezelf te upgraden met implantaten de samenleving gaat herordenen. Ja, dat zou natuurlijk, daar zijn we niet voor. Daar kunnen we dus bij zijn misschien. Voor een deel is het helaas ook natuurlijk al de werkelijkheid nu met technologieën die niet gaan om genezing, maar om, of die niet gaat om het verbeteren van een mens, maar om het genezen van mensen. Hoeveel medicijnen er hier op de markt zijn die eerst zijn uitgetest op alle Afrikaanse mensen en vervolgens onbetaalbaar zijn voor mensen in Afrika. Ik zou zeggen, laten we daar eerst onze aandacht maar eens op richten voor we hiermee bezig gaan. Oké. Ik wil er ook nog even op antwoorden. Ik vind dat dat misschien nog een groter probleem is dan het probleem zelf van het cyborg worden op zich. Want laat maar zien wat er van komt of zo. Maar dus het feit van ons op die manier te gaan verbeteren is opnieuw de verschillen in de maatschappij te gaan vergroten. En ik denk dat we dat vandaag, de neoliberale mentaliteit overal van het sociaal bijsturen zoveel mogelijk te gaan terugschroeven en dus van de verschillen maar groter en groter te laten zijn. Dat is iets, een parallelle ontwikkeling daarnaast die ik ook denk die heel problematisch is. Er zijn alle mogelijke ideeën er rond. De mensen die daarmee geconfronteerd worden, die voorstanders zijn, die gaan onmiddellijk het voorbeeld aanhalen van het mobieltje. In het begin waren het alleen maar de happy few en nu lopen ze tot in Afrika ermee rond. Een ander idee dat ook nu al gezegd wordt, dat is, maar het zou misschien mogelijk zijn via een levensverzekering. Je levensverzekering wordt goedkoper als je ervoor gaat om je op te graden, zodat je langer leeft. Wat ook vrij logisch is. Maar dus op die manier zou, dat is een ander argument om de zaken socialer goedkoper te maken. Oké. Daar was ook nog één vraag, zag ik. Toch? Ja, jij hebt, ja. Oh, wacht, sorry, die meneer achter jou. Nee, ja, het was er eentje. Jij toch? Jij stak net, Anders dan horen we het verhaal zo meteen van Peter Paul niet meer. Maar er is nog één vraag even uit het publiek. Om eventjes terug te komen op de hoofdstelling die daarnet gesteld werd. Ik neem aan dat u drie ook wel bekend bent met het Ghost in the Machine principe, hè? Of misschien niet. Leg even uit. Retorische vraag. Ik ben er nooit tegengekomen. Ja, het is eigenlijk iets wat voortkomt uit fictie. Waarbij ook deels filosofisch, waarbij er gesteld wordt dat machines of computerprogramma's over het algemeen de mogelijkheid kunnen ontwikkelen om als het ware een soort van verborgen identiteit te kunnen ontwikkelen. Een soort van kunstmatig intellect. Nou, om weer terug te komen op dan de stelling, als cyborg ben je niet meer jezelf. Je zou kunnen stellen, want er zijn dan ook weer verschillende varianten van fictie die stellen dat wanneer je een cyborg bent, wanneer je dan voor een overgroot percentage uit kunstmatige onderdelen bestaat, dat je dan nog steeds wel als het ware je eigen ghost als het ware nog behoudt. Dus de menselijke ziel. Ja. Dus het volledig aan herinneringen, gevoelens, identiteit, dat je dat nog gewoon wel behoudt. Ja.
Dus je sleutelt dus met zo'n implantaat eigenlijk niet aan die geest. Het is puur eigenlijk ook fysiek lichamelijk. Ja, klopt. Dus dat is je vraag. En wat is precies de vraag die erbij hoort? Mijn vraag waar ik dan eigenlijk naartoe wil is... Ja, aangezien je dan ook wel voor een groot deel dan kunstmatig bent... en ook wel jezelf kan blootstellen aan allerlei informatie... wat dan bijvoorbeeld rondzwerft op het net of het is anders. Hoe zou je dan nog steeds gewoon je individualiteit kunnen behouden... als jij je kan synchroniseren als het ware met alle informatie die er dan beschikbaar is? Ik denk altijd aan bewustzijn en aan persoonlijkheid en zo. Is iets dat je opgebouwd hebt. Is iets, ook een kind dat voor het eerst ziet, weet niks wat dat die met die informatie die uit dat oog komt, wat dat die daarmee kan aanvangen. Dus die ziet licht flitsen en het is pas na herhaling en zo dat uiteindelijk dat die er patronen in begint te zien, dat die er kleuren in begint te zien en gezichten begint te herkennen en zo. Dus gewoon door een enorm feedbacksysteem tussen dat oog, die de input geeft en het kind dat daarop kan reageren en ook met alle mogelijke andere zintuigen om uiteindelijk een beeld van die buitenwereld en zichzelf te krijgen. Er zijn mensen die implantaten krijgen die wiens ogen die plots weer kunnen zien, die krijgen enorm veel informatie op net dezelfde manier, die moeten leren daarmee om te gaan. Dus ik denk dat uiteindelijk welk implantaat dat je ook krijgt, of het nu een cursus Chinees is of weet ik veel wat, daar moet een soort van interface zijn die jij moet leren. In principe zou je hersens die zijn eigenlijk heel flexibel. Je zou op je hersens een ander soort zintuig, dat radiosignalen of zo kan ontvangen, kunnen inpluggen. En na een tijd zullen je hersens, als ze niet weggebrand worden, als de signalen te sterk zijn, zullen je hersens daarop reageren en die signalen op de een of andere manier beginnen te interpreteren. Op voorwaarde dat er andere zintuigen ook zijn die ermee kunnen interageren. Dat je een beeld krijgt van wat is daar eigenlijk aan de gang. Dus ik denk dat uiteindelijk met elk soort implantaat het op dezelfde manier zal moeten gebeuren. Het zal moeten inpluggen op je andere zintuigen om er een soort van zin aan te kunnen geven. En dan blijf je diezelfde persoon, al zal die natuurlijk meer uitgebreid zijn, net zoals je een cursus Spaans uiteindelijk in avondschool gaat volgen. Ja, het is een vraag, uw vraag kan natuurlijk ook heel moeilijk beantwoorden worden. Ik kan alleen in de kantlijn opmerking maken dat je het hier natuurlijk hebt over het concept van de ziel. Hè? Ik bedoel, velen van ons zullen, en ik helaas ook, recentelijk nog weer aan een graf van de geliefde hebben moeten staan. En dan ben ik ervan overtuigd, dan spreek ik ook even als gelovig mens, maar misschien niet alleen als gelovig mens, dan ben ik er toch van overtuigd dat met de dood van die persoon niet weg is. En dan heb ik het dus niet over het fysiologische substraat wat daar in de aarde ligt of in die oven wordt geschoven. Maar dan heb ik het over iets wat het fysieke transcendeert. Ja, dat is natuurlijk een kern van religie, daarom ben ik hier ook uitgenodigd. Maar dat wil ik niet loslaten. Dus ik ben niet de optelsom van al mijn informatie en al mijn deugdzaamheid en al mijn opvoeding enzovoorts. Maar er zit daaronder nog iets waar niemand aan kan komen. Gelukkig. Ja. Dus toch geen cyborg uiteindelijk. Nee, want je hebt altijd die ziel, precies, of die geest, hoe je het wil noemen, die onveranderlijk is. Ja, die blijft. Oké, we mogen naar de laatste spreker, Peter Paul. Die mag nu zijn verhaal doen. En dan gaan we ook inderdaad weer even een stelling te... ik zet hem nou uit. Ja, doe eerst maar een stelling en dan de iPad erop, ja? Even als mensen, ja, precies. Dit is hem. Eerste stelling, toch? En even peilen aan het publiek of zij het ermee eens zijn of niet. Als mens zijn we niet perfect, dat moeten we accepteren. Wie is het daarmee eens? Oh, ik zie wel allemaal groene kaarten, hoor. Jongen. Ja, en maar een paar rode kaarten. Mag ik heel even aan jou vragen waarom je toch rood stemt in plaats van al die groene kaarten? Ik denk zelfs dat we inderdaad niet perfect zijn. Maar dat we dat dan gewoon moeten accepteren, dan denk ik van ja, daar word je zo lui van. En ik denk dat het juist goed is als we ons wel proberen te verbeteren. Dus je kan ook zeggen van, nou, iemand is bijvoorbeeld een moordenaar. En wij zeggen als maatschappij van, die moeten we verbeteren.
Maar ja, die mens zelf die vindt, moet dat dan maar niet vinden of zo. Terwijl ik denk juist van, nou, als je dan zo iemand bent, bijvoorbeeld moordenaar of iets anders, je bent niet perfect in ieder geval, dat je dan wel hopelijk de zelfreflectie hebt dat je kan zeggen van, nou, ik wil daar vanaf, ik wil beter worden. Dus dat is voor iedereen ook beter. Oké, duidelijk. Nou, ik ben benieuwd. Peter Paul, aan jou het woord. Dan mag nu de iPad erop. Ja, ik zal dan ook een iets andere interpretatie geven, denk ik, van deze stelling dan de interpretatie die je net gaf. Want als je zegt, als mensen zijn we niet perfect, dat moeten we accepteren, betekent dat voor mij dat wij onszelf moeten accepteren, inclusief ons verlangen om onze imperfectie op een of andere manier te overwinnen, om daar iets mee te doen. Wij moeten ons accepteren als imperfect, dat is als een permanente opdracht, om iets aan onszelf te doen. Met daarbij ook de acceptatie dat we dat dan vervolgens weer nooit perfect zullen doen. Een beetje, zeg maar, het tragisch Griekse element wat aan het begin van de avond al ingebracht werd. We kunnen niet anders dan onszelf veranderen en aanpassen. Als je het niet doet, is het ook niet erg hoor. Dan doe ik het gewoon zonder plaatjes, maar ik moet hem vaak eventjes in en eruit. We gaan kijken. Ja, fantastisch. En de beste manier misschien om dat uit te leggen is dat ik denk dat achter die discussie over het verbeteren van de mens een plaatje schuil gaat van de relatie tussen mens en techniek dat wat mij betreft als techniekfilosoof niet klopt. Namelijk een plaatje waarin de mens tegenover de techniek staat. Aan de ene kant heb je de mensen, die hebben vrijheid, intenties, eigen bedoelingen, die kun je afrekenen op hun handelen. Aan de andere kant heb je technieken, dode machines. En je gaat geen auto voor de rechtbank dagen voor een auto-ongeluk. De autochauffeur die heeft het gedaan. En die scheiding zie je eigenlijk heel erg achter die discussie over het verbeteren van de mens. Dus de tegenstanders, zoals Habermas, die zeggen van nou, we moeten een grens opwerpen tussen mens en techniek. Tot hier en niet verder. Techniek mag niet die mensenwereld binnendringen, want dan gaan we morrelen volgens Habermas aan de fundamenten van de ethiek. Dan krijg je een ongelijkheid tussen ontwerpers en ontworpen mensen. En daar moeten we nooit aan beginnen. Een scheiding. Transhumanisten zeggen, joh, we kieperen de mens gewoon over die scheiding. We fuseren met techniek, de mens is achterhaald. We gaan over de mens heen tot een wezen voorbij de mens. Geen van die beide posities die proberen te denken hoe mens en techniek met elkaar samenhangen en hoe mensen voortdurend zichzelf opnieuw moeten uitvinden als imperfecte wezens in interactie met die techniek waarmee ze vorm geven aan zichzelf. Een heel ander beeld komt naar voren bijvoorbeeld in het werk van deze kunstenaar. Van mij betreft een hele interessante kunstenaar. Stellark, Grieks-Australische kunstenaar. Hier een hele oude performance, The Third Hand. Heeft zichzelf een derde hand aangemeten. Aangesloten op de spieren was een rechteronderarm. En de performance was dat hij met drie handen ging schrijven. Nou, met twee handen lukt al haast niet. Hè? Een rondje en een vierkantje, dat kun je dus met drie handen bovenmenselijk. En dat moet het natuurlijk ook zijn. Hij schreef natuurlijk ook evolution, hè? Provocatie. Dit is waar wij heen gaan. Drie keer drie woorden, dat past ook precies met drie handen. Drie is natuurlijk ook nog weer een bijzonder getal, dus dat staat stijf van de symboliek. Ondertussen doet hij iets wat veel minder vervreemdend is, zelfs zo weinig vervreemdend dat het ons niet eens opvalt. Hij schrijft. Hij schrijft een woord, evolution. Het schrift is natuurlijk ook niet natuurlijk menselijk. Schrijven doen we niet zo lang. Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, het is een tamelijk recente uitvinding. Maar het is zo bij ons gaan horen dat we het heel erg vinden als mensen niet kunnen schrijven. Wereldwijde analfabetismeprogramma's worden uitgerold. De mens hoort te schrijven. Blijkbaar kunnen wij onszelf steeds uitbreiden met technologieën. Zelfs zodanig dat het kunnen schrijven een onvervreemdbaar onderdeel van de mens werd. Nou, dat beeld van de mens moeten we denk ik als uitgangspunt nemen bij het denken over het verbeteren van de mens. Dat zie je ook in allerlei religieuze beelden, hier dan weer uit de Griekse oudheid, die mij altijd erg inspireert, de mythe van Prometheus. De Griekse mythe over de mens is, alle wezens stonden op een rijtje, de goden delen de eigenschappen uit, de vogels kregen vleugels, de vissen kregen vinnen, de mens stond achteraan. Het was op, helaas. Er was niks meer, mens kon naar huis en uit medelijden stal toen Prometheus het vuur van de goden. Hadden we nog iets tenminste. Werd daar vreselijk voor gestraft. Maar de mens is van nature technisch. De zondeval in de christelijke traditie uit het paradijs is het begin van de mens, is het begin van de techniek. Je zit niet meer in het paradijs waar het eten je mond binnenvliegt, maar je moet de grond gaan zitten bewerken. Je kunt nadenken over jezelf, beseft dat je naakt bent, moet kleren gaan maken, wapens. Eindeloos veel gedoe ontstaat er. Het begin van de mens is het begin van de techniek. En dan wordt zo'n beeld van de grote boze techniek die de mens onderdrukt en kapot maakt, meer een soort alarmsignaal, denk ik, dan echt een grote angst waar we ons enorm door moeten gaan laten leiden. Die angst had je natuurlijk in de hele industriële revolutie. Charlie Chaplin, Modern Times. Wie is nou eigenlijk de baas over wie? We dachten de perfecte slaaf te maken met de machine, maar ondertussen werden wij zelf de slaaf van de machine. Maar ja, dit beeld
klopt ondertussen niet meer. We hebben onszelf opnieuw uitgevonden in interactie met die lopende band. Het gaat natuurlijk nog niet altijd overal goed, maar we hebben wel... Dit is niet het plaatje van de mensheid, uiteindelijk. Dus we moeten voorbij die angst. Nou, er zijn mensen die daar ons bij kunnen helpen. Freud bijvoorbeeld, maar vooral Freud, ik ben niet zo'n heel erg Freudiaan, maar de Freud die ons heeft proberen te leren dat wij misschien onszelf een beetje overschatten met onze wetenschap en techniek. Wij dachten dat wij het meest bijzondere wezen waren dat ooit op de wereld kwam. En toen kwam Copernicus en die liet zien dat niet de aarde om de zon draait, of niet de zon om de aarde, maar de aarde om de zon. Darwin die liet zien dat we misschien wel dichter bij de aap staan dan bij God. En hij zelf in zijn eigen narcisme, zou ik zeggen, liet zien dat wat wij onze persoonlijkheid, onze vrije wil noemen, eigenlijk alleen maar een heel dun vliesje afweer is op een kolkende poel van onbewuste wensen en verlangens die we niet eens durven aankijken. We zijn niet zo autonoom als we dachten, we zijn niet zo groot. Misschien moeten we techniek wel accepteren als een soort vierde dreun in ons grote zelfbeeld, maar is het eigenlijk uiteindelijk veel minder eng dan wij denken. Techniek heeft altijd al vormgegeven aan wat het betekent om mens te zijn. Dat is niet een vervreemding van de mens, maar dat is een opdracht aan ons. Daar moeten we voortdurend ons mee uiteenzetten. Zelfs op het niveau van ons denken, onze moraal, zit er al techniek in ons, zou je kunnen zeggen. Heel veel van onze morele opvattingen worden al mede gestuurd door techniek. Denken we, ja, de moraal, dat is toch het kroonjuweel van de mensheid. Wij zijn ethische wezens, we laten ons toch niet door techniek sturen, dan houdt de mens op. Maar nou, neem een voorbeeld wat ik al heel vaak heb uitgewerkt, wat me nog steeds erg inspireert. Het voorbeeld van de pil. Annemarie Mol, Nederlandse filosoof, heeft heel mooi laten zien hoe de pil niet alleen maar gewoon een technisch middel is om te voorkomen dat je zwanger wordt, maar hoe de pil ook een hele verandering in opvatting over seksualiteit heeft opgeroepen. Los van wat je daarvan vindt, de emancipatie van vrouwen in seksueel opzicht werd natuurlijk mogelijk door de pil. Niet alleen maar vrouwen, maar mannen kunnen nou seks hebben zonder daar een kind van te krijgen. Maar ook, zegt zij, de emancipatie van homoseksuelen. Want de pil scheidt seks en voortplanting. Vroeger kon je altijd een kind krijgen van seks. En was homoseks dus eerder gek en vies en vreemd en afwijkend, omdat je daar per definitie geen kind van kon krijgen. Maar nu hebben de meeste mensen seks omdat ze het fijn vinden, omdat ze intimiteit zoeken bij elkaar. En het krijgen van kinderen willen we ook gaan, maar dat is een ander hoofdstuk. Heeft er wat mee te maken, maar is er niet automatisch aan gekoppeld. Dus onze morele opvattingen over homoseksualiteit veranderen door een technologie. Zijn we dan slaaf van de techniek? Nee. Maar het is wel iets waar we misschien beter over na kunnen denken dan we tot nu toe doen. Omdat we techniek zien als iets in die apparatenwereld en niet iets in die mensenwereld, vergeten we om te begrijpen dat techniek onszelf als mensen steeds verandert. We zijn nauwer verweven met techniek dan we dachten. Nou, betekent dat dan dat we helemaal geen ethiek meer kunnen bedrijven? Gooi ik de mensen eigenlijk in een soort uitverkoop nu? Want er is toch geen grens tussen mens en techniek, dus laten we er maar over ophouden. Nee, natuurlijk niet. Dat is wel het laatste wat ik wil. Ik denk juist dat we die verwevenheid verantwoord en zorgvuldig vorm moeten geven. Maar dat doe je niet door als ethicus, zoals deze twee oude opaatjes van de Muppet Show, op het balkon te gaan zitten en zeggen dat mag wel en dat mag niet, zonder je echt te engageren met die technische praktijk. Je moet naar beneden en met die ingenieurs meedenken. Zoals ik bijvoorbeeld nu aan het meedenken ben met een ingenieur bij ons aan de universiteit die een chip aan het ontwikkelen is waarmee je sperma van mannen kunt scheiden in jongens en meisjes. Dat wordt lab on a chip technologie, spotgoedkoop. En dat komt ooit op de markt waarschijnlijk, als het wettelijk mag. Dat zou dus voor altijd onze voortplanting veranderen. Opeens kunnen wij dan kiezen of we een jongetje of een meisje krijgen in plaats van dat het een lot wordt. Ik denk dat we daar nu over na moeten denken als ethici. Wat gaat er gebeuren met de waardering van mannen en vrouwen? Willen we dit wel? Kunnen we dit goed inbedden? Hoe moet je dat doen? Dus de kernvraag in de ethiek is volgens mij niet of, mogen we de mens verbeteren of niet? Maar de vraag is hoe? Hoe kun je op een verantwoorde manier dat doen? En dan om af te sluiten met een religieus beeld uit een andere traditie, weer uit de Griekse oudheid. Icarus, ik vind het een prachtige mythe. Die mythe gaat over techniek. Icarus en Daedalus. Daedalus is de ingenieur van de Griekse oudheid. Alle technische vindingen zijn van hem. Zitten gevangen op Kreta, willen terug naar Athene, maar mogen niet. En dan denkt Daedalus, ach, waarom zouden we de beperkingen van het menselijk lichaam accepteren? We bouwen gewoon vleugels, van takken en veren en was maakten die vleugels. En ze gingen oefenen en na een tijdje konden ze vliegen. En vlak voor ze vertrokken gaf hij een wijze les aan zijn zoon. En die les was niet van, mogen we dit eigenlijk wel doen? Nee, de les was, hoe gaan we om met deze technologie? Want als hij te laag zou vliegen, zouden zijn vleugels het water van de zee absorberen. Zou ze te zwaar worden, zou die neerstorten. Als hij te hoog zou vliegen, kwam hij te dicht bij de zon. Smolten was, vielen zijn vleugels uit elkaar, zou die ook neerstorten. Hij moest het goede midden zien te houden. De ethische vraag is niet ja of nee, maar hoe? Het probleem is natuurlijk wel, en dan zijn we weer terug bij onze imperfectie. Het lukte hem natuurlijk niet. Hij stortte neer. Hij viel in de zee, in de Egeïsche Zee, een stukje heet nu de Icarische Zee. Dus dit is de kunst, om dit te voorkomen, als we het al kunnen.
Dus de stelling als mensen zijn we niet perfect, dat moeten we accepteren, betekent voor mij accepteren dat we die techniek voortdurend weer moeten perfectioneren en onszelf moeten verbeteren, als het ware iets beters van onszelf maken en tegelijkertijd ook erin moeten berusten dat dit een scenario is wat voortdurend misschien wel zal optreden, maar wat we ook voortdurend moeten proberen te voorkomen. Dankjewel. Oké, ook wel een mooie vraag zo aan het eind bijna van deze avond. Hoe? Inderdaad, hoe? Want je stelt de vraag, maar wat is daar dan het antwoord op? Want hoe gaan we dat dus doen als samenleving, als maatschappij, die ontzettend moeilijke vraag beantwoorden? En ik inderdaad dat voorbeeld wat je als laatste gaf over de scheiding inderdaad van zaad in jongens en meisjes al. Ja, hoe gaan we dat ooit in de rechte, of nou ja, in die mooie middenbaan leiden? Heb je daar zelf een antwoord op? Nou, ik denk dat het eigenlijk een vraag is waar we een antwoord op moeten ontdekken, in plaats van dat van de ethici moet komen. Want dan zou je dus met Kant in de hand kunnen zeggen van dat mag wel en dat mag niet. En dan blijf je op het balkon zitten. Dus wat ik zelf wil gaan doen, bijvoorbeeld nu in mijn onderzoek, is simpelweg met mensen om de tafel gaan zitten die misschien in aanmerking zouden komen voor zo'n chip als het zou mogen. Bijvoorbeeld mensen met een erfelijke ziekte die alleen maar bij jongetjes voorkomt of alleen maar bij meisjes. Dan krijg je waarschijnlijk de kans om dat te gaan doen, om eens goed te achterhalen wat nou precies de overwegingen zijn die mensen hebben, in welke morele termen zij hierover nadenken en ook wat de impact is, hoe zij ervaren dat die technologie ook iets doet met hun waardering voor jongetjes en meisjes. Zodat je misschien op kleine schaal meer feeling kunt krijgen voor die interactie tussen techniek en moraal. En op grond daarvan zou je dat kunnen spiegelen als het ware naar mensen van, op individueel niveau, wil je dit of wil je dit niet? Op maatschappelijk niveau heb je natuurlijk hele andere vragen. En dat zijn politieke vragen, geen ethische vragen. Willen wij een instrumentensamenleving inwerken waarmee wij misschien wel een enorme disbalans op gaan roepen tussen jongetjes en meisjes? Maar je weet het niet van tevoren. Dus je moet van tevoren wel eerst onderzoeken of dat het effect is. Ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen dat hier niet gebeurt wat in China gebeurt, maar dat hier het effect wordt dat elk kind, inclusief het geslacht, als jongetje of als meisje, een gewenst kind is. Dus dat het niet meer zo is dat een jongetje een mislukt meisje is of een meisje een mislukt jongetje, maar dat elk kind, inclusief jongetje of meisje zijn, zo is gewild door die ouders. Ik kan me ook voorstellen dat het dus juist emanciperend zou kunnen werken. Dat moet je onderzoeken, daar moet je mee experimenteren. Ethiek wordt een kwestie van een voorzichtig experiment, pogen te ontdekken waar dat midden ligt, in plaats van tevoren uit de handboeken zeggen, nou, dit mag wel, dit mag niet. Lastig. Oké, Theo, ja? Ja, je spreekt... Ja, het duurt altijd even voor die hem aanzet. Duurt even. Je spreekt over de taak van de ethicus. Ik zat eens met Ronald Plasterk op de radio en toen zei hij eigenlijk van, ja, weet je, ethici die doen. En toen zei hij precies datgene wat jij zei eigenlijk. En dat zei hij vrij cynisch. Ja, zo van die ethici die praten een stuk met ons mee en uiteindelijk dan doen wij onze gang wel. Weet je, ik vind eerlijk gezegd dat de uiteenzetting, of hoe zeg je dat, de contraststelling tussen een betrokken ethicus die meedenkt en een moralistische ethicus die ja en nee zegt, dat vind ik niet helemaal juist. Want je kunt een ontzettend, voor de mensen die iets van de Bijbel weten, één profeet in de Bijbel, dat is Jeremia. En die zit, als die heldere dingen verkondigt, zit hij te huilen. Hij zit bij die mensen. En Mozes, die zegt tegen het volk, doe dit niet, doe dat niet. En dan zegt hij tegen God, ja, schrijf mij dan maar uit het boek des levens weg. Dus dat is de betrokken ethicus. Hè? Dus het is niet die twee mannetjes, die daar word ik trouwens wel eens mee vergeleken. Nee, dat bedoel is eigenlijk wel liefkozend. Maar dan nog even iets over dat trial and error. Hè? Ik vind, jullie kennen misschien in Amerika wel, we hebben hier in Nederland brandnetels, en we hebben in Amerika, kennen jullie misschien wel poison oak in Californië. Dat heet letterlijk gifeik, maar dat is een plantje dat lijkt op eikenblad, maar het is iets heel anders, want het scheidt een olie af en op het moment dat jij door het bos loopt, merk jij er helemaal niks van. Dat komt pas later, een aantal uren later krijg je de eerste jeuk en nog een paar uur later ligt je hele been open. Het kan ook op je kleren komen te zitten, dus dat betekent dat je die kleren die doe je uit, die leg je op de bank. Iemand anders gaat er bovenop op zitten en die heeft anderhalf dag later heeft hij overal blaren. Het lastige dus is met sommige dingen, kijk die brandnetel, dan zeg je gelijk, auw, maar die poison ook, die heeft een zeer sterk vertraagd effect. En als je het hebt over seksuele revolutie, dan kun je zeggen, wat is nou op de eeuwigheid die 40, 50 jaar sinds we dat hebben?
Wij weten nog steeds niet wat het met ons mensen doet. En het kan zijn dat we over 500 jaar zeggen, het heeft ons complete leven echt kapot gemaakt. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan. En dat geldt met heel veel andere dingen. Dat kan ook, dat geldt ook voor euthanasie. Ik zit er nu 15 jaar in en ik weet, ik zeg nu van, hey, de hele beschikbaarheid van euthanasie doet iets met de hele cultuur waarvan ik dat pas nu kan zien. En dat kon ik niet in 1998 bevoeden. Dus ik ben niet zo heel pessimistisch, niet zo heel optimistisch over die trial and error van jou. Maar nou is het wel volgens mij de vraag hoe je met deze feitelijkheid eigenlijk omgaat. Ja. Je kunt je daar dus tegen verzetten, met de hakken in het zand. Zeggen van ja, ik kan nu niet van tevoren voorzien wat het doet, dus we moeten er eigenlijk maar niet aan beginnen. Maar ik heb eigenlijk heel vaak het gevoel dat dat een discussie is die ons de mogelijkheden uit handen slaat om er iets van te maken. Want dat die technologische ontwikkelingen doorgaan, dat is in zekere zin een soort lot. Dat is waar we het mee moeten doen. Dat is niet alleen maar mensenwerk, ook voor een deel mensenwerk, want wij vinden het uit. Maar ergens is het ook een proces wat zich niet zomaar laat controleren, niet laat stoppen. Dus dat is als het ware waarin je wordt gesmeten als mens in deze tijd met deze mogelijkheden die we hebben. En dat roept een verantwoordelijkheid op. En ik denk dat je die verantwoordelijkheid beter neemt door op een voorzichtige manier verantwoord te pogen te begrijpen hoe culturele en normatieve kaders zich ontwikkelen met technologie en daar het beste van te maken, dan bang daarvoor te zijn. He, er is in de ethiek zo'n soort voorzorgsbeginsel. Als je niet zeker weet dat het geen schade oplevert, dan niet doen. Maar daar kun je niet mee leven. Ik heb een Franse filosoof Latour wel eens horen zeggen dat als hij zelf had moeten leven, volgens dat begin, dat hij in ieder geval nooit getrouwd was. Dat kan ik mij ook levendig voorstellen. Dus natuurlijk wil ik niet zomaar blind, roekeloos alles in de waagschaal stellen. Dat is te hoog vliegen. Maar helemaal niks durven, nooit een sprong wagen, betekent in zee storten. Nee, maar dat is helder, dat vind ik ook. Het enige is dat je dus niet te snel zegt, nou, ik snap het wel, het gaat wel de goede kant op. Maar dat je altijd, en dan moet je zeker als filosoof, als ethicus denk ik, hebben altijd de gedachte toelaten van, maar wat als er aspecten zijn die zo boven mij uitgaan dat ik de effecten geen eens zie. Maar dat we erover later achterkomen dat het. Ik heb onderzoek gedaan naar wat in de Tweede Wereldoorlog gaande was en hoe dat werd voorbereid. Eén belangrijke ethicus heb ik geanalyseerd. Die had op dat ogenblik had hij ook niet door, echt niet door wat hij aan het doen was. Dus ik vind, het is ook wel een teken van civilisatie als je een beetje bang bent, hoor. Maar goed, dan vind ik prima, dan moet je ook een heleboel wel doen. Denk met je eens. Nee, maar ik denk dat we elkaar dan wel vinden. Want ja. Bedoel, dat beetje bang zijn zit in het middenvliegen. Dat zit ook die in jou. Ministers zijn helemaal niet. Natuurlijk zit dat je bent wel een beetje bang. Anders heb je niet die fascinatie voor die maatschappelijke impact van techniek. Je hebt het gevoel dat het je in de waagschaal stelt. Maar je kunt Nietzscheaans bang zijn of je kunt laf bang zijn. Hè? Niet dat ik nou zo enorm Nietzscheaan ben. Maar wat me daarin aanspreekt is het vitale. Het willen, het ja zeggen tegen het leven. Inclusief technologie. En dat is niet een antireligieus. Dat kan ook juist een ja zeggen zijn tegen de opdracht. Of de ik weet niet wat voor termen je dat christelijk zou kunnen vatten. Frank, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Of dat je ik zou eigenlijk zijn manier van werken als filosoof, samen met de technologen, vind ik een van de meest uitdagende dingen die er vandaag eigenlijk aan het gebeuren zijn. Ik ben zelf ook een documentaire aan het maken op dit moment met enkele filosofen en ethici, die, zoals hij, in een laboratorium gaan in een periode normaal gezien van 3 maanden, werkelijk volgt, werkelijk met die mensen meewerkt, mee het onderzoek doet, om volledig te begrijpen waar dat die mensen mee bezig zijn, om dan met hen de ethische, ecologische of alle mogelijke risicofactoren die er eventueel aan verbonden zijn en zo, mee te bespreken en die mensen daar bewust van te maken. Omdat, ik vind het, om die situatie een beetje te schetsen ook. Dus ze noemen het ook de twee culturen. En iemand als Bruno Latour die heeft daar enorm veel over gepubliceerd. Over het feit dat we 2 soorten academische zuilen hebben. We hebben de natuurwetenschappers en de technische wetenschappen samen. En daarnaast de sociale wetenschappen. En die twee die communiceren eigenlijk niet meer met elkaar. En dat heeft ermee te maken omdat gedurende heel de moderniteit mensen in de wetenschapsfilosofen geprobeerd hebben om die twee van elkaar te scheiden. En dat gaat eigenlijk terug dan aan het begin van onze moderne tijd. De tijd van Descartes en Francis Bacon en de Dertigjarige Oorlog. De tijd dat uiteindelijk de tijd van de contra-reformatie.
toen in Europa overal oorlog gevoerd werd omwille van hun religieuze en ethische opvattingen. Maar uiteindelijk was een oorlog van gewoon iedereen tegen iedereen, een gigantische burgeroorlog. In die tijd, dat is ook precies de tijd waarin dat wetenschappen opkomen. En het is een beetje later dat dan de eerste vakbond van wetenschappers, de Royal Society in Groot-Brittannië, opgericht wordt. En ze hebben in statuten geschreven van wij onderzoeken alleen maar de natuur en wij houden ons totaal niet bezig met ethische, sociale, metafysische vraagstukken. Wij observeren alleen maar de natuur waar we objectieve waarheid rond proberen te krijgen. En dat is iets dat altijd verder geleefd heeft. Dus op dat moment was het een soort van overlevingsstrategie, maar dat is iets wat dat eigenlijk altijd onze academische wereld heeft uitgemaakt. En vandaag worden we geconfronteerd met wetenschappen die zulke maatschappelijke en existentiële vragen oproepen, dat het eigenlijk helemaal niet meer mogelijk is. En dat die twee dus moeten leren om met elkaar samen te werken. En dat is niet zo evident, want 400 jaar lang hebben zij eigenlijk geleerd, en vooral de laatste eeuw, om helemaal niets meer met elkaar te maken te hebben. En die confrontatie vind ik heel boeiend. En er zijn ethische commissies die op voorhand de dossiers lezen en dan ja of nee zeggen over iets. Dan mag dat onderzoek beginnen en dan evolueert dat van Alzheimer te helpen, evolueert het naar soldaten op te graden. Totdat het naar buiten komt en dan is er opnieuw een commissie die gaat zeggen ja of nee, dit mag wel of dit mag niet. Dus binnenin wordt er eigenlijk niet meer aan gesleuteld. Er zijn wel andere systemen, bijvoorbeeld met de Human Genome Project was het wel het geval. Toen die in 1989 een persconferentie gaven dat ze 10 jaar lang zouden onderzoek doen voor de Human Genome volledig te mappen, was er iemand, een journalist, die zei, what about the ethical aspects of it? En toen was James Watson die antwoordde, well, we put a man on the job. Maar toen hebben ze hem ook zeer serieus genomen. En toen is er, zowel in Amerika als in Europa, het systeem ELSI of ELSA ontstaan. Ethical, Legal and Social Aspects of Impact in Europa. Wat wil zeggen dat al dat onderzoek, biowetenschappen, tussen de 3 en 5% van hun onderzoek moet wijden aan die ethical, social en legal aspects. Maar dus hebben ze daar een vacature en dat is dan iemand die gewoon aangesteld wordt uit de sociale wetenschappen en die erover moet gaan nadenken. En automatisch wordt het meestal iemand die gewoon de PR verzorgt. Die zegt, ja, we hebben erover nagedacht, maar het is in orde allemaal. Dus ik denk wat jij nu probeert is net vanuit een soort van betrokken buitenstaander te proberen die dingen mee op te lossen zonder dat je uiteindelijk met hen mee op de payroll gaat staan om... Is misschien het antwoord op Plasterk. Ik heb me ook ongelooflijk geërgerd aan die columns in de tijd toen hij nog lang voordat hij minister was. Eindeloos besje van de ethici, überhaupt van de geesteswetenschappen. Een beetje met het verhaal van nou, wij techneuten zijn in de lead en jullie hobbelen nog een beetje achteraan. En dan is het er al lang en dan zeg je dat het toch niet had gemogen. Hè? Maar ik denk ook dat je als ethicus misschien als antwoord daarop kunt hebben dat je niet de rol moet kiezen van het beoordelen achteraf, maar het begeleiden van de ontwikkelingen. Dat is wat ik denk. Dus niet de achteraan hobbelen, ook niet ervoor gaan lopen, want dat zou een soort totalitaire staat opleveren. De ethici zeggen, nu gaan we links en rechts af, maar daarnaast. En in een interactie met techneuten is mijn ervaring dat de techneuten vaak opener zijn voor de filosofen dan de meeste filosofen die ik ken open zijn voor techniek, eerlijk gezegd. Dus een ingenieur is vaak ingenieur omdat hij iets wil maken wat maatschappelijk verschil maakt. En als je vervolgens een verhaal hebt dat het verschil wat je gaat maken misschien wel een ander verschil zou kunnen zijn dan wat je wil, zijn de meeste ingenieurs echt de eerste die zeggen, oké, laten we daar eens even goed over doorpraten, kunnen we daar nog iets aan doen? Dus ik denk dat je veel meer kunt op die manier met die houding als ethicus. Als je je openstelt voor techniek. Ze zeggen wel eens dat, in dit geval even een citaat, dat de medische ethiek het leven van de ethiek heeft gered. De medische wetenschap het leven van de ethiek heeft gered. Want de ethici mochten nu weer over allerlei dingen meepraten. Er zijn ook filosofen die, en dat zou ook voor jou kunnen gelden, dat je zegt van dankzij al die technici, die techneuten die mij vragen van kun je mij begeleiden, kun je wat visie geven, heb ik een relevant vak. Er zijn natuurlijk ook filosofen die zeggen dat precies wat jij en ik ook
hoor. Want ik zit ook te vinken van... ik zit juist nog meer te vinken trouwens dan jij. Maar weet je, dat betekent gewoon dat je daardoor eigenlijk je eigen identiteit als ethicus opgeeft. Namelijk omdat je de afstand niet meer hebt tot die processen. En je ook niet gewoon kunt zeggen, jongens, dit is gewoon... Zoals bij die straatrelletjes in Los Angeles, 15 jaar geleden... stond er zo'n zwarte man, die stond te roepen tegen al die looting. Die mensen die die televisies uit die winkels haalden. En hij stond alleen maar te schreeuwen, doe dit niet, het is zo wrong, zei hij. Hè? Vond ik zo mooi. Ik bedoel, je moet ook af en toe, Peter Paul... je moet toch ook af en toe kunnen zeggen, mensen, stop hier gewoon. In godsnaam, toch? Moet toch ook kunnen? Je moet toch niet altijd de nice guy zijn? Ik ga nu even op de stoel van de echte opponent zitten, want ik doe dat ook bijna nooit. Maar ik vind je zo vriendelijk. En ik vind, je moet af en toe gewoon eventjes... jongens, nee, gaat het gewoon niet. Ga jullie je gang, maar het is niet mijn samenleving, toch? Ja, vriendelijkheid duurt misschien wel het langst. Niet om vriendelijk te zijn, nee, maar om die openheid te behouden. Om recht in de ogen te kunnen kijken van die techniek. En het verschil is overigens ook dat ik zie mijzelf meer als techniekfilosoof dan als een ethicus. Dus ik probeer over ethiek na te denken. Hoe zou je het kunnen doen? Maar ik doe zelf maar weinig aan ethiek. Ja. Ik onderzoek het meer. Maar ik geloof werkelijk dat je, dat ken je misschien uit je persoonlijk leven ook, dat je meer verschil maakt door het contact op te zoeken, door een openheid te creëren, dan het tegenover. Natuurlijk zijn er grenzen. Hè? Ik zal niet over alles vriendelijk zijn, maar dat zal voor iedereen gelden. Maar de basishouding is denk ik open willen communiceren in plaats van haaks erop. Ja. Ja. Misschien kunnen we het nog vragen aan de techneuten die hier zitten. Want we hebben het steeds over hun. Hoe zien jullie het eigenlijk zitten als er straks zo'n ethicus... dus hand in hand samen met jullie die technieken gaat toepassen? Zien jullie dat zitten? Daar is iemand die daar wat op wil zeggen, ja? Persoonlijk juicht dat eigenlijk wel heel erg toe. Ik heb lange tijd in de gezondheidszorg gewerkt. En veel van mijn collega's en vrienden werken daar nog steeds, waar ik het er vaak mee over heb. En wij lopen tegen een hele hoop problemen aan. De hele discussie vorig jaar of twee jaar terug met de medicatie voor Fabry. Ja. Als je daarmee doorgaat, ondertussen liggen er 20 kinderen op de intensive care die wij niet meer kunnen helpen, omdat er gewoon beperkte middelen zijn. En vanuit ons standpunt is dat heel moeilijk. Wij proberen de techniek aan te leveren en kijk maar wat ermee gebeurt. Ik denk dat ik het heel erg zou toejuichen als er dus inderdaad ook in de gezondheidszorg vaker meegekeken wordt met hoe gaan we hiermee om. Ik denk dat dat ook steeds prangender gaat worden, want we zien overal de bezuinigingen. We lopen tegen het eind van de resources, de middelen aan om iedereen nog overal mee te kunnen helpen. Ja, dus wat meer vraaggerichte technologie eigenlijk ontwikkelen in plaats van wat natuurlijk veel op technische universiteiten gebeurt. Hè. Ik kom er zelf vandaan, dus ik weet dat. Waar het heel erg technology push is. Hè. Zo van, nou, we hebben weer wat leuks ontwikkeld. Hoppakee, we pushen het op de markt. Terwijl je ook inderdaad veel meer vraaggericht. Dus dat inderdaad dat je vraagt vanuit een ziekenhuis of samenleving van, goh, waar is behoefte aan? En gaan jullie daar maar een oplossing voor verzinnen? Dus dat is een hele andere manier van denken, wat heel interessant kan zijn. Oké, het is 9:10, zie ik op de klok, of bijna 9:10. En we willen eigenlijk deze avond rond deze tijd dan ook af gaan ronden. Dus ja, eigenlijk de vraag van, hebben jullie, is er nog iets wat jullie zeggen van, nou, dat wil ik echt nog even kwijt voordat we gaan stoppen met deze avond? Of zeggen jullie van, nou, het is mooi geweest, we gaan straks aan de borrel de discussie nog wel verder helpen? Ik heb één kort vraagje en dat kan dan helaas alleen maar, denk ik, door hand opsteken. Maar zijn er hier techneuten die zeggen van, nou, ik zal u eerlijk zeggen, ik ben van overtuigd dat de techniek op dit ogenblik echt gewoon hier en daar enorme stappen aan het maken is in de richting van de cyborg. Zijn die er? Die dat ook niet vermoeden, maar die dat weten. Ja? Dus ik zie niet heel veel handen, maar er zijn toch wel verschillende mensen. Dat zou ik in een wetenschappelijk artikel durven beweren, dat we op die weg zijn. Dat vind ik namelijk toch wel leuk, want ik heb wel gezegd dat ik het niet zo heel erg veel van geloof. Maar dat vind ik toch wel leuk. Maar nee, helaas, daar kunnen we niet lang op ingaan. Nee, nou ja, goed, is er iemand die heel kort daar iets over wil zeggen? Zo van, ja, hij zit eraan te komen, ik heb hem in mijn lab zitten. Jij weer? Of is er nog een van die anderen die... Daar, ja, met een paarse shirt, daar...
helemaal aan de andere kant. Dan moeten we even de microfoon doorgeven. Nou, ik denk dat... Ik kan een heel aantal voorbeelden geven van mensen. Er is een Brit, ik weet even zijn naam niet, die is kleurenblind. Die heeft een zonde geïmplanteerd. Die heeft een cameraatje hier zitten en die hoort kleuren. Die man, die heb ik gezien op tv en die zei van, ik wil niet meer anders. Voor mij is het heel normaal dat ik kleuren hoor. Ik zie ze niet, maar ik heb die bepaalde geluidjes, bepaalde tonen die bij die kleur horen. Ik hoor deep brain surgery. Ik hoor zondes die ik ook in colleges heb voorbij zien komen. Dus er zijn genoeg dingen die nu gebeuren die al laten zien dat we op die weg zijn. Nee, genoeg dingen zeg je nou. Nu heb je één voorbeeld, maar je bedoelt... Je had zo nog wel 10 voorbeelden kunnen noemen. Is dat wat je zegt? Het klinkt strenger dan ik het bedoel, hoor. Ja, als ik een klein beetje zoek, kan ik er nog wel een aantal vinden, inderdaad. Ja, we hebben er nu 2 gehad, maar... Er zijn er nog wel een aantal meer, denk ik. Hey, ja. We zitten ook op Twitter, hè? Peter Paul van Beek en ik. Dus misschien dat ook als die mensen hier wat over hebben, dat zou ook leuk zijn. Ja, zeker. Dus inderdaad, als je voorbeelden hebt, zoek ze op en twitter ze door. Ja. Dan komt daar misschien wel uit deze avond een heel mooi wetenschappelijk artikel. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ga ik zeker doen. Ik denk dat het op dit moment nog altijd zo is dat het erom gaat om tekortkomingen bij mensen die we als tekortkomingen beschouwen, kunnen verbeteren. Maar dat is dan een kwestie van tijd. Bijvoorbeeld, er worden blinden vandaag geholpen met een chipimplant aan de achterkant van hun oogbal. En de eerste daarvan die had 16 pixels. De tweede die had er 64. En nu zijn ze aan een... Aan 500, 600 pixels of zo. Dus dat is net zoals de televisieschermen, die zitten ook al aan 4000 pixels. Maar dus bij die chip is het net hetzelfde. Dus die, op zekere moment heeft die meer pixels dan ons oog. Of kan die infrarood zien. Of kan die, dus daar staat dan op dat moment absoluut geen beperking voor. Dus die kan dan even goed infrarood zien. Misschien kan die zelfs radiosignalen gaan beginnen opvangen of weet ik veel wat. Het is een kwestie van keuzes te maken. Net hetzelfde met de cochleaire implant. Als je die zou die eventueel kunnen programmeren dat die ook ultrasone klanken kan horen. Als je daarvoor speciale plekken in het slakkenhuis begint te prikkelen. Oké, mooi. Nou, dankjewel. Voordat ik het woord weer overgeef aan Anne, denk ik. Maar even kijken waar die zit. Oh ja, daar. Ja. Wil ik jullie... Heel hartelijk bedankt en nou, ik zou zeggen, geef ze een enorm applaus. Niet al onze vragen zijn misschien beantwoord, maar in ieder geval, we zijn weer een stuk verder gekomen. Dus hartelijk dank daarvoor. Anne, jij wil deze avond verder afsluiten, neem ik aan. Ja. Maar dan wil ik naast de heren ook nog een applaus voor Martine vragen eigenlijk. Die dit hele... Ja, dan zijn er wat praktische dingen. Even kijken, dan mogen we naar de volgende slide. En ik zal er snel doorheen gaan, want sommige mensen willen een trein halen volgens mij. Dit weten we. Naast de 2 studentenverenigingen zijn TINT, Forum C, Universiteit en SG onder andere de organisaties die ons hebben gesteund. Dus daarvoor dank. Hoeven niet per se een applaus voor, maar dan weten jullie dat in ieder geval. wat ik jullie nog wel even op wil attenderen. We hebben hier 4-3 sprekers gehad die erover gepraat hebben. Misschien willen jullie zelf ook nog in een kleinere kring over napraten. Dat kan op woensdag 21 mei. Ik denk dat er niet veel uitleg nodig hoeft te zijn. Buiten bij de borrel ligt er een papiertje dat je even in kan schrijven. Dat we in ieder geval weten voor hoeveel mensen we moeten koken. Maar het is vrij laagdrempelig. Daar gaan we gewoon eigenlijk op deze manier met elkaar praten. Maar dan mag je zelf ook meedenken. En dan eigenlijk iets meer input erin stoppen. Verder, jullie hebben die groene en rode briefjes. Jullie hebben het waarschijnlijk al lang gezien. Consumptie. Van ons mag je die gewoon gebruiken. We gaan straks door die deur naar buiten. Daar staat een kantine, soort van. Praat lekker na. Ik heb het idee dat er nog een hoop vragen en discussies zijn.
Dus ja, van harte welkom daar. En bedankt.